organisatie van deze avond Peuken Hart Boven Hart, burgerbeweging, onafhankelijk van, zeker van partijpolitiek. Natuurlijk als burger gaan we wel proberen om eraan wat te drukken naar boven op de politici, om vooral te luisteren naar de stem van burgers. Ik ga daarbij zeer kort houden. Ik hoef de mensen waarschijnlijk niet voor te stellen, maar ik ga dat ook doen. Links van mij, Anne van de Steen van lijst A. Dan komt ze uit een soort van CD&W. Dan gaat de Hucht Open VLD. Christel Dazen, burgemeester nu N-VA. Lander van de van Groen. Sam van de Putten, SVA. En dan de nieuweling in Aalst, Alexander van Brandsweert van de Partij van de Arbeid, PVDA. De moderator van de dienst zit kinder aan de rechterzijde. Dat is Jan de Waal, mijn oorstreer, maar dat is echt een oorstreer, advocaat. Dus hij gaat het zeer goed kunnen uitleggen. Veronderstellen, dat zal zeker lukken. En dan hier aan mijn rechterkant zit Johan. Hij is van voorzitter, medevoorzitter van het Priester Daanfonds en is onder andere, laten we zeggen, journalist op Lusten en ook nog blogger bij knak.be. En dan gaan we u niet langer verdelen. Ik weet dat sommige mensen vinden dat dit een droevige travaal is en dat is inderdaad zo. Maar we zijn ervan overtuigd dat de politici hier aan mijn linkerzijde dat die gaan zorgen voor een sappig debat. Dus ik zal zeggen, geniet ervan. Mijn beurt ook. Graag welkom op het fantastische initiatief van Hart Boven Hart. Het is met plezier dat ik politiek geëngageerd als mag toespreken. Politiek geëngageerd als naar de ene zijde van de tafel en naar de andere kant. Even zozeer, het is goed dat u komt. Het is goed dat u nadenkt over de politiek en het is goed dat u de politiek in woord en in daad kan bezig zien. Mijn naam is inderdaad Jan de Waal. Ik ben van Aalst, maar ik ben geen Moorse meer. Ik heb zo graag kunnen spreken, het gaat goed. Misschien kent u mijn vader, mijn vader is kinderarts aan het station en heeft wellicht ongeveer naam van u in zijn handen gehad. Mijn beroep is inderdaad advocaat. In de familie spreken ze al eens van beroepsleugenaar. Ik ben daar een stukje ben ik aan het op. Ik heb trouwens nog een aantal collega's in het panel. De verzachtende omstandigheid is wel dat ik sociaal recht doe. En sociaal zijn, dat is dus wat Hart Boven Hart drijft. Dames en heren, Hart Boven Hart is een burgerbeweging die een luidere stem wil geven aan de burgers en vooral dan toch, mag ik zeggen, aan de minst gevoelden onder hen. Vrede in de ruime zin is haar doel. Wat de politiek betreft is het uitgangspunt bij evidentie de democratie, het volk dat heerst de democraterij. U weet allen dat de democratie als bestuursvorm gebaseerd is op het menselijke gelijkheidsideaal, zoals dat in artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is vastgelegd. Het inpassen van het gelijkheidsideaal in de politieke praktijk vormt evenwel een permanente uitdaging. En ik hoop dat u dat vanavond ook zo zal horen. Aalst zou Aalst niet zijn zonder de referentie aan de beginselen van rechtvaardigheid en solidariteit, zoals die door Priester Daans werden gepropageerd. Als ik de vraag zou stellen, weet u de waarde van Daans, dan is dat natuurlijk retorisch. Elke politieke partij zal antwoorden, ja natuurlijk, welke anders. En once again, ik hoop opnieuw dat het debat vanavond zal maken dat de invulling van die waarden scherpe tegenstellingen kan veroorzaken. Ten slotte, het debat van deze avond zal dus bij evidentie focussen op de verkiezingen van 14 oktober en op de verkiezingsbeloftes van de verschillende partijen, alhoewel ik als toeschouwer uit de helft vind in de folders dat het allemaal wel een beetje van hetzelfde allemaal gaan is. Dus men gaat toch vandaag, beste sprekers, uw uiterste best moeten doen om het verschil te maken. Maar als wij over de verkiezingsbeloftes en 14 oktober spreken, dan gaat het natuurlijk bezig over de stedelijke toekomst. Maar het spreekt voor zich dat wie aan de toekomst wil bouwen, zijn verleden moet.
moet kennen, anders gaat dat niet. Al dus zal er onvermijdelijk ook gedebatteerd worden over de voorbije legislatuur en de verwezenlijkingen van Christel Daas en zijn ploeg. Aalst is onmiskenbaar in progress. Maar de vraag is, wat gebeurt of gebeurt deze nieuwbouw, met de juiste aanbesteding van de middelen en wat met de sociale samenwerking? Onder het motto afwezigen hebben altijd het ongelijk. Gaan wij dus hierover debatteren met het panel dat ik nu aan u kort ga voorstellen. Ik laat dat niet aan hen over, anders zitten we hier vandaag ook hier nog. Maar dus we gaan debatteren met 7 lijsttrekkers. Ik ben hun, en dat wil ik uit de grond van mijn hart ook zeggen, enorm dankbaar voor hun aanwezigheid. Het is de corona, het kruim, of de kruim, wat is het? Van de Aalsterse politiek, dat ze deze tijd hebben willen vrijmaken, dat ze de poging willen ondernemen om u naar hun stemmolletje te lokken. Ik ben hen daar dankbaar voor, dat is in gespannen tijd en dat vraagt wel ook inspanning. We zijn aanwezig voor de N-VA, de burgemeester Christophe Daze. Christophe is een jezuïet. Ik bedoel natuurlijk enkel dat hij school gelopen heeft bij de jezuïeten. Hij was in een vorig leven ook een advocaat. Het moet gezegd, de pratbrekker van de burgemeester en zijn ploeg voor de voorbije legislatuur oogt mooi. Voor de CD&V is er de pro-burgemeester Ilse Uitenstrot. Ilse was in een vorig professioneel leven benevens bestuur bij Unizo ook advocaat. Het moet gezegd. Veel van wat er nu gerealiseerd is, werd door haar ploeg in de stijgers gezet. Zij was als schepen bevoegd voor sport en cultuur. De lijst A, de SD&P, zoals u zich die herinnert, is er een van Anne van der Steen. Deze soms wat timide persoonlijkheid is nog steeds een advocaat. De eerste vraag in het debat zou dat ook kunnen zijn. Waarom? Waar ze niet stellen, hè? Maar waarom zijn er toch zoveel advocaten in de politiek? Wat drijft hen? Hebben zij geen werk? Allemaal schepen voor openbare werken en stadsvernieuwing. Het sierstaart dat zij de druk van het partijbestuur van de SDA heeft weerstaan om haar stad niet in de steek te laten. En daarmee heb ik dus alle leden van de huidige coalitie genoemd. En dan nu de oppositie. Ik ga u daar vanavond nog aan herinneren. The duty of the opposition is to oppose. Zo zeggen, spaar uw broeders en zusters niet. Voor de VLD is er Jean-Jacques de Gucht. Jean-Jacques is de zoon van meneer Schreus. Hij studeerde agogie en hij was in 2007 de jongste senator ooit. Hij heeft meermaals de spilzucht van het Aalsterse bewind gehekeld en hij krijgt bij gevolg vanavond de uitgelezen kans om dat te duiden. Maar mag ik meteen toch een klein beetje twijfelen aan uw oppositioneel karakter? Uit het dubbelinterview met de burgemeester in de morgen van 19 september jongstleden, citeer ik de journalist, wie jullie hoort praten, denkt de visies lopen zo gelijk. Dat voorakkoord zit al vast op zak. Voor de SPA is er Sam van der Putten. Sam had de zeer moeilijke taak om als 20-jarige na het partijincident van de SPA in 2014 de SPA weer de sporen te zetten. Hij lijkt daarin geslaagd en hij gaat vandaag voluit voor een socialistisch nieuw programma. Hij is tevens leidinggevende van het Centrum voor de Geestelijke Gezondheid in Brussel. En misschien kan hij ervaring en leren om met zijn collega's om te gaan. Groen wordt vertegenwoordigd door Lander Wantens. En die is dus, zoals gezegd door Inge, een neofiet in het gezelschap. Lander maakt fietstochtjes van 7000 kilometer en werkt voor het overige als milieueducator in scholen. Milieu is zijn grote dada. Als lijsttrekker wil hij van Aalst een verkeersveilige, gezonde en bruisende stad maken waar iedere Aalstenaar, ongeacht huidskleur, overtuiging of leeftijd, zich thuis voelt.
fantastisch ideaal. Maar zoals gezegd, ik vrees dat dat eigenlijk een beetje voor alle partijen geldt. Dus opnieuw, ik formuleer een uitdaging naar jullie. En dan is er voor de PvdA Alexander van Ransbeek. Hij is ook een neofiet, maar is zeer beslagen in het voeren van protestacties. Is toch zo? Het is duidelijk dat Alexander zeer begaan is met de strijd tegen de armoede. Ik denk aan zijn actie voor de lagere waterfactuur, de problematiek van de herstructurering van TVO's. Ja. Enige minpunt van Alexander, hij focust ook op de monden en een echte aanstaan doet dat niet. Goed, beste mensen, het debat zal zo, hoop ik, in de beide richtingen een anderhalf uur duren. We gaan over 5 punten. En dat zijn in de voorkeur de democratie. Een beetje te algemeen, maar een zeer zware vraag. We gaan die als eerste leveren en dan zijn we daardoor. Dus de democratie, de goede behandeling van de burgers, economie, huisvesting en armoede, integratie en tenslotte repressie. Johan Velge daar, voor links van mijn rechts. Wat is rechts of links? Johan Velge, voorzitter van het Priesterdaalfonds, zal na het debat voor ons een hele korte conclusie proberen trekken. En start gaan met het debat als de fundamenten en of de façade. Eerst een ruim dus, zoals het thema over de democratie. Ik ga dus rondlopen met dat spul, omdat ik de laatste keer van mijn paneleden wil zien. In de rechtbank doe je dat ook, dat zegt zeker. Maar de vraag is dus eigenlijk, moet de burger zich zorgen maken over het democratische gehalte van het bestuur, gelet op de machtsconcentratie die voor de deur staat? Dat is een zware zin. 3 vaststellingen. We zijn er nog meer te maken. Het schepencollege zal vanaf 2019 met 1 schepen minder functioneren. Misschien zelfs het 2 minder. Naast de spanning in de mandatentoewijzing zal dit onvermijdelijk een grote accumulatie van bevoegdheden met zich brengen. Tweede vaststelling. Ook in 2019 zal het OCMW ingekanteld worden in de stad. Prachtig woord, inkantelen. In de regel gebruikt een dergelijke woord ervoor als men eigenlijk niet precies kan zeggen wat men er wil mee doen. Dan bijvoorbeeld kantelt men in. Daar zal nog wel wat, denk ik, federale wetgeving moeten voor uitgevaardigd worden, want het OCMW is anders dus dan de gemeenteregeling hier. Het is een federale materie. Maar dus tot op heden hadden zowel het OCMW als het gemeentebestuur een eigen rol in het sociaal beleid op gemeentelijk niveau. En ze hadden ook dus een zekere autonomie. De voorzitter of voorzitter van het OCMW, dat zou een zeer belangrijke figuur. Het OCMW was dus bevoegd voor de individuele steunverlening, de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie. Terwijl de andere sociale aangelegenheden opgenomen werden door het gemeentebestuur in die tijd. Denk aan de comité van de openbare onderstand, gemeenschap genoemd de openstaande onderband. Maar dus het OCMW, ook de krachtige wetgeving van 1996, had een quasi-volstrekt financiële autonomie. Dat schijnt dus nu te gaan verdwijnen. De inkanteling zou op termijn moeten leiden tot meer integratie, transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid. De OCMW-raad verdwijnt dus. En het komt in het stadhuis een hardkoppig bijzonder comité sociale dienst. Ik denk dat onder andere, en zal misschien als eerste het woord willen nemen, Alexander van Ransbeek, de PvdA daar niet echt gelukkig mee is met dit verlies aan economie. De derde vaststelling is, en die spoort op de eerste, dat is dat uiteindelijk, en dat is misschien wel een beetje persoonlijk, nee, maar we moeten blind zijn om het niet te willen meezien. Maar dus dat de accumulatie van bevoegdheden en mandaten voorheen al gigantisch was. Ik las op de voorstelling op de site van de site van de stad dat de burgemeester ongeveer 10 kerntaken heeft. Het viel mij daarop dat u naast de burgemeester ook verantwoordelijk bent voor het. Ik doe dus even mijn jas als moderator af. Ook voor de financiën, want ik heb een heel erg waardig gegeven dat de burgemeester.
ook de financiën beheert. Dat is vanuit de principes van corporate governance eigenlijk onconventioneel. Punt van mijn eigen bedenking. Daarnaast zetelt u ook nog in een 12-tal raden van bestuur en adviesraden, maar die gebeurt dat ook nog voor de andere leden van het college. En dan kom ik eindelijk aan mijn vragen. Is die machtsconcentratie in het stadhuis wenselijk? Is raakbaar en staat het niet per definitie een grondige dossierkennis? En dan tweede vraag. Is het tegelijkertijd met die machtsconcentratie geen omgekeerde beweging aan de gang met de uitbesteding van projecten naar de privé, waarop de burger en ook de gemeenteraad veel in de zicht heeft? Dit is geen gemakkelijke vraag en ik geef het woord aan Christophe. Dank u wel, meneer de moderator. Ik heb geluisterd naar uw zondvloed van woorden. Ik dacht even dat u een echte politieker was. By the way, om luchtig te beginnen, ik ben ook nog onder andere genomen door uw eigen vader. Sommigen zeggen dat het nooit meer goed is gekomen, maar dit geheel terzijde. Antwoordend, het was een goede arts, in alle eerlijkheid, en een heel gekend iemand. Eigenlijk doet uw vader wat dat ik doe. Dat is eigenlijk systematisch op zoek gaan naar het goede in de mens. En dat is een taak van iemand die in de politiek staat in Aalst. Het wordt een beetje bureaucratisch aangevat, het debat, wanneer men het heeft over macht en over werkbaar zijn en over cumul. Ik wil de vragen zeker niet uit de weg gaan. Maar wat ik probeer, of wat ik getracht heb te doen met de ploeg die zich nu aan de kiezer presenteert, ik heb het dan even over de huidige meerderheid, dat is mijn taak als burgemeester om heel verbindend trachten te werken. Dat heb ik in de mate van het mogelijke, in eer en geweten, maar het is aan de kiezer om daarover te oordelen, heb ik dat proberen menselijk te benaderen. Dat is niet evident in de zesde centrumstad van Vlaanderen. Wie politiek zegt, zegt onvermijdelijk macht. Dat is nu eenmaal zo, omdat je als politieker moet je uw verantwoordelijkheid ook durven opnemen en moet je in dossiers beslissingen nemen. Beslissingen waarvan nadien de bevolking zal zeggen, het is goed geweest of het is niet goed geweest. Dat is het oordeel van de kiezer, van de burger. Nu, ik kan u zeggen dat wij met dit bestuur, en daar zal vriend en vijand het over eens zijn, ons onderscheiden van vele voorgaande legislaturen. En ik zeg dat met respect, want politici of politieker zijn, om het op zijn oosters te zeggen, het moet iemand doen. En wij hebben ons kunnen onderscheiden door het feit dat we niet meer vervallen zijn in ruzie en in krakeel, maar samen een aantal dingen, ten behoeve van Aalst en de Aalstenaars, hebben trachten te realiseren. Dat heeft wat geld gekost. Dat is het volgende. U vraagt mij, ja, is dat niet corporate governance conform, dan een burgemeester nog een keer schepen van financiën is. Daar is een heel eenvoudige uitleg voor. Bij de bespreking en de onderhandelingen, dat zal misschien de volgende keer anders zijn, en ik kijk naar iedereen, ik heb nog geen voorakkoorden op zak, dat is de volgende vraag die ook al beantwoord is. Ik kijk naar iedereen, maar ik kan u zeggen dat bij de vorige onderhandelingen niemand wou dat nemen. Dat is het meest assectiedepartement dat er is, dat is financiën van een stad beheren. Dat gaat over een begroting van, dat is een duizelingwekkend bedrag, van ongeveer 132 miljoen euro. Dat is gigantisch. Dat is ook een technische, een grote verantwoordelijkheid. En het is toen een keuze geweest van het toenmalige college, van te zeggen, kijk, wij gaan dit in handen van de burgemeester, die ook de coach van de ploeg is, en die ook de vinger op de knip moet houden wat de financiën betreft. Ik kan u daarvoor geruststellen. Ik weet dat ik straks weer werk op dat punt zal krijgen. Alles is voor kritiek vatbaar. Maar koken kost geld, zeg ik altijd. En onze schuldpositie in vergelijking met andere centrumsteden, die is nog altijd zeer respectabel. Er zijn maar 10 steden die meer schulden hebben dan wij en 2 minder. Dus ik denk dat dat meevalt. Maar één tussenkomen, het gas van door mijn voeten te graaien. Dat is de bedoeling, dat is daarvoor dat we hier zijn. Maar ik ga u zeker straks nog vragen over de schuldpositie van de Aalsterse Brug.
Maar ik heb toch wel in de namen op de kernbezorgdheid die ik heb, is het menselijk haalbaar om al die zaken te doen. U zegt zelf, het financiën, het departement financiën is als sexy nu en doet het graag. Maar dat sluit niet uit dat het gigantisch belangrijk is en dat uiteindelijk misschien wel naast de beleidsbeslissingen, het gaat van de beleidsbeslissingen zelf, het beheer van de financiën ongeveer het meest prekaire punt is waar een politieke ploeg zich moet over verantwoorden. Ik had graag eens de positie daarover gehoord. Ja, ik denk wat wij als gezin ook hebben, is één persoon in zijn mandaat. SPA verwoordt het de laatste tijd ook mooi, maar wij hebben dat met Groen al van in het begin bij ons partij dat we dat hebben, dat één persoon in mandaat heeft, dus dan een schepen geen parlementslid is. En omgekeerd. En wat er nu te gebeuren staat, het feit dat een OC&W wordt ingekanteld, dat je je gemeenteraad hebt en nadien nog eens je OC&W-raad aansluitend, is hoe dan ook enorm zwaar, wetende dat nu uw gemeenteraad soms al tot 1, 2 uur 's nachts duren en dat gemeenteraadsleden vaak nog een voltijds een job hebben de dag nadien en dus dan nadien weer op hun bureau moeten zitten. Wat de vraag nu natuurlijk ook is, wat gaat er voor gebeuren met de voorzitter van het bijzonder comité? Komt dat bij de toekomstige burgemeester terecht of wordt dat nog een apart mandaat dat dan eigenlijk wordt toegevoegd aan het college? Maar daar is nog geen duidelijkheid over. Maar voor ons blijft het eigenlijk, ja, een mens heeft maar 24 uur tijd in een dag en je kunt gewoon niet alles combineren, dus je moet keuzes maken. Nog? Zo. Ja, ik volg wat Lander zegt. Een burgemeester in een stad als Aalst is eigenlijk een fulltime job, ook een schepenmandaat is dat. Maar dat duidt meteen ook de moeilijkheid die je hebt wanneer je lokaal aan politiek wil doen. Een burgemeester in schepen die heeft daarvoor eigenlijk een voldoende wetten om die taak fulltime te kunnen beoefenen. Dat is voor gemeenteraadsleden en zo zijn er in Aalst 43. Dat is eigenlijk voor ons een pak lastiger om die democratische controle die we moeten uitvoeren, om die waar te maken. Want je krijgt de agenda van een gemeenteraad 1 week op voorhand. Er zijn wel een aantal voorbereidende commissies, maar eigenlijk heb je vaak om honderden pagina's te doorploeteren slechts 1 week de tijd om degelijk je controlerecht uit te oefenen. Dus ja, af en toe maak ik mij wel wat zorgen over de democratische controle die een oppositie maar even goed gemeenteraadsleden uit de meerderheid kunnen uitoefenen. En het zal er niet gemakkelijker op worden doordat het OC&W ingekanteld wordt in die gemeenteraad. Dus ik denk dat we daar zeker gaan moeten nadenken hoe we die democratische controle gaan mogelijk houden in de toekomst en of dat allemaal nog haalbaar zal zijn tijdens 1 gemeenteraad die om 7 of 8 uur 's avonds start, terwijl vele mensen inderdaad de dag zelf en de dag nadien nog een gewone dagtaak moeten beoefenen. Daarnaast, wat hier nog niet gezegd is en toch wel belangrijk, is dat we in Aalst 3 autonome gemeentebedrijven hebben. Je hebt het autonome gemeentebedrijf Stadsontwikkeling, die onder meer de Travelcity gaat ontwikkelen. Je hebt ook het Sport AG en je hebt ook het VZWBA, die eigenlijk een aantal initiatieven rond energie ondernemen. Maar ook daar ontbreekt een groot stuk de democratische controle. Er is wel politieke vertegenwoordiging deels in aanwezig, maar je ontbreekt als gemeenteraad zit heel wat informatie over dingen die daar in beperkte kring besproken worden. Het is inderdaad ook zo. En ik zit nu ondertussen al 12 jaar in de meerderheid als schepen. Wat ik ervaar heb in het bestuur, maar ook in het voorbestuur, kan ik alleen maar zeggen dat wij eerst en vooral dat we toch af en toe wel vergeten dat we democratisch verkozen zijn. Want je hebt daar juist gesproken over democratie. Op een bepaald moment word je verkozen door de mensen en dan probeer je dat voor een bepaalde partij. En dan probeer je dat ook wel op een goede manier te doen. Dus ik ga ervan uit dat wij een mandaat hebben van de burger, van zij die ons gekozen hebben. 1. Wat ik ervaren heb in 12 jaar, en Jan, je hebt het inderdaad ook gezegd, ik ben ook nog een zeer bedezen advocaat. Hè. En ik spreek niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de mensen die dat maken van het huidige college, maar van het vorige college, kan ik alleen maar zeggen dus dat die mensen, al die schepen, keihard werken. Dat wil ik toch wel even zeggen. Al dan niet kunnen en niet kunnen,
Eén, ten tweede werken we ook wel met de stadsdiensten. Ik werk met mijn dienst al een paar werken, stadsvernieuwing en patrimonium. En ik heb die mensen en die ambtenaren toch leren ervaren als zeer plichtbewuste mensen die inderdaad keihard werken voor de stad, maar ook, ja, je hebt daar een departement over, je moet daar een beleid bepalen, maar die mensen helpen je ook. Dus wij moeten allemaal het parawater gaan uitvinden. Het is niet de bedoeling dat we de kabinetten zelf dat we nog een keer uit de huiszaak opnieuw gaan doen. Dus je moet ook zorgen dat het beleid wordt uitgevoerd door de schepen, maar in ieder geval doen zij dit ook, dus ze helpen je enorm. Nu, wat dat betreft vind ik dan, als je dat goed doet en je tijdsbesteding goed doet, denk dat dat zeker perfect zal over kunnen. Ik zit niet in het parlement, ik denk niet dat wij staat in het parlement ooit zal raken, maar ik weet nooit, de wonderen kunnen de wereld niet uit zijn. In ieder geval ben ik dat fulltime schepen, zoals de meeste. Trouwens, iedereen van dit huidige college. En dan heb ik even de micro gevraagd, omdat mijn stekels naar boven te komen. En dan ben ik niet zo bedreigd meer. Dat is over die autonome gemeentebedrijven. Daar heb je natuurlijk ook een politieke vertegenwoordiging. Daar heb je zowel dat een directiecomité, je hebt een raad van bestuur. En ik ga er toch wel vanuit, en dat zeg ik zowel voor de VZPB, dat mij heel lang aan het hart ligt. En dat heel hard gewerkt heeft de laatste 12 jaar. Om uiteindelijk het energielandschap voor het aanstaan beter te maken, maar ook voor het SportAG en voor het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling, waar zowel mensen van de meerderheid als de oppositie zijn. We zijn een raad van bestuur, je moet je dossiers voorbereiden enzovoort, en dan uiteraard komen ook al die dossiers ook op de gemeenteraad. Dus om te zeggen van kijk, men gaat hier een aantal zaken onttrekken aan de gemeenteraadsleden, daar ben ik niet echt mee akkoord. Niet echt mee eens, zaken kunnen ook voor de commissie voorbereid worden. En ik vind ook wel dat we ook heel kritische en terecht heel kritische mensen hebben vanuit de oppositie, die inderdaad vragen kunnen stellen en die mee aan die kar kunnen trekken. En wat merk ik toch wel in autonome gemeentebedrijven, dat zowel oppositie als meerderheid, natuurlijk heel belangrijk, zeer constructief kunnen zijn in het bepalen van verschillende beleidsdomeinen. Dus het is niet zo van meerderheid tegen oppositie, zoals misschien in de gemeenteraad zou kunnen zijn. En iedereen moet inderdaad zijn rol spelen, maar ik merk toch wel in die autonome gemeentebedrijven dat we daar allemaal aan éénzelfde doelstelling voor één bepaald project toch wel aan éénzelfde zee trekken. Ik zie het hier een beetje warm worden aan de linkerkant. Maar ik blijf bij mijn vraag, of bij mijn bedenking, als die uitbesteding naar de autonome entiteiten of zelfs naar de privé, in dat circuit zit je uiteindelijk te onderhandelen met mensen die uitgesproken commerciële belangen hebben. En dan is de vraag van, ja, één, hoe controleert je dat? Hoe vermijd je belangenvermenging? Dat kijkt altijd rond de hoek. Misschien dat we straks nog eens concreter zullen op terugkomen. Maar nog eens, Sam, ik zou weer... Ja, ik maak het, of meneer de moderator. Ja, ik vind dat je toch wel even kort door de bocht gaat. Dat is een bedenking, hè? Ja, maar dus ik kan het best bij voorstellen, maar belangvermenging vind ik al een heel leuk woord. Dat kan je in alles. Risicobelangvermenging. Ja, nee, dat denk ik iemand. Uiteindelijk worden wij ook op alle mogelijke vlakken gecontroleerd. We hebben er ook het Franse beleid wordt ook onder druk genomen op de gemeenteraad zelf. Uiteindelijk zijn de mensen die in het college zitten, zitten trouwens ook in de directiecomité's. Dat kan je goed van het schepen zijn, ik denk dat het een beetje kort door de bocht gaat. En het zijn, allee, wat je ook zegt van naar de private ontwikkeling, zie je, dat zijn uiteindelijk een soort intercommunales ook. Het gaat over autonome gemeentebedrijven die zowel oppositie als meerderheid daarin zitten. We hebben ook een mandaat, we hebben juist ook een beetje gesproken over de democratie. Je moet ook vertrouwen hebben in de mensen die je gekozen hebt. Ook als men uiteindelijk gaat vertrekken van oké, we hebben voor bepaalde mensen gekozen. En van in het begin gaan denken, ja, die gaan het niet goed doen voor ons. Ik denk dat dat ook niet correct is. Het kan natuurlijk altijd beter. Hè. We zullen straks ook nog een discussie kunnen hebben over de raad, over de buurtcomité's, over wijkraden enzovoort. Ik hoop dat we dat straks ook nog kunnen doen. Maar ik ga er toch wel vanuit dat hetgeen dat je de bocht een beetje, die ik toch wel jammer vind, dat je denkt dat dat toch niet volledig correct is. Mag ik dat zien? Ja, ik zou dat toch wel eventjes op aansluiten. Je hebt dat juist een beetje de historiek gesitueerd van steden en gemeenten en OCMW's. Eerlijkheid gebiedt ons toch om te zeggen dat de taken van steden en gemeenten alleen nog maar toegenomen zijn. Er zijn taken bijgekomen, die van de Vlaamse administratie komen, van de Vlaamse regering, allerhande, en er zijn weinig taken weggegaan. Dus dat wil zeggen dat de uitdagingen zeer groot zijn, niet alleen voor onze administratie, maar ook voor de politiek.
En dat is waar, er zullen één of twee schepen die minder zijn. En hoe meer bevoegdheden je hebt, hoe minder je dossiers heel in de diepte kan beheersen. Dat is waar. Maar uitbesteden is niet noodzakelijk slecht. Wij kiezen daar alleen maar voor wanneer wij zeggen, dit is niet onze hoofdtaak. En een andere partner kan dit beter of goedkoper. Dat is een zeer gedegen studie waarom dat wij iets uitbesteden. Daar wordt niet lichtzinnig over gegaan. Dat wordt onderzocht en als iets goedkoper en beter kan gebeuren door een andere partner die je dan ook weliswaar controleert of waar die verantwoording moet afleggen aan de stad, waarom zou je dat niet uitbesteden? Weliswaar, democratisch deficit, we hebben daar een hele grote discussie over gehad in de gemeenteraad bij de opstart van de autonome gemeentebedrijven. Maar ik denk dat iedere schepen van dit college zich daar terdege bewust van is en wij proberen dat ook zo goed mogelijk democratisch deficit te verminderen. Ik kan spreken voor het Sport-AG, er zitten een aantal mensen van het Sport-AG in de zaal of toch wel van de commissie Sport. Je hebt de gemeenteraadscommissie en een aantal van de bevoegdheden op het sportgebied zijn gedelegeerd naar het Sport-AG. Wel niets belet je, niet tegenstaande je een aparte raad van bestuur hebt, om wel degelijk alle dossiers ook eens ter info te brengen op de commissie Sport, waar mensen en gemeenteraadsleden wel degelijk hun suggesties kunnen geven, net alsof ze dat vroeger deden op dezelfde manier. Alleen wordt de beslissing elders genomen, maar net zoals dat wij rekening houden met suggesties van gemeenteraadsleden, houden wij ook rekening met actoren in de maatschappij. Die zitten ook niet allemaal in de gemeenteraad, die hebben ons afgevaardigd, maar ook die hebben een stem, onafhankelijk van welk domein, denk ik, en ook die kunnen hun stem laten horen. En ik denk dat we heel ver af zijn van het democratisch deficit, dat je daar, je hoeft niet in de gemeenteraad te zitten om je stem te laten horen. Goed, ik heb er nog twee niet voor. Dank u. Allereerst mijn excuses voor mijn stem. Maar ik ben blij ziek. Maar buiten dat, nu zeg ik rustig, het is een keer dat je griep hebt, dat je dat niet gemakkelijk kunt overgeven. Het gaat over het stuk ervoor dat je mensen kunt ziek maken. Dus je moet je geen zorgen maken, de mensen die vooraan. Heel kort, wat betreft zowel de AG's als de intercommunales, is dat op papier inderdaad een goede zaak dat je zaken bij elkaar brengt en daar expertise in steekt. Wat betreft de intercommunales ben ik altijd van mening geweest dat het goed is dat je onderling samenwerkt met diensten op een zo effectieve, efficiënte manier te brengen. Alleen is de realiteit dat die intercommunales meestal bemand worden door mensen die niet noodzakelijk een postje kunnen bemachtigen hebben, ik zeg dat trouwens over alle partijen heen, en daar ingezet worden en daar dan één keer om de zoveel tijd gaan eten. Nu, ik ben daar geen grote voorstander van. Ik denk dat je daar meer expertise moet inbrengen en dat je daar misschien inderdaad bepaalde verwachtingen tegenover moet zetten wie dat daar gaat inzetten. Dus net zoals dat ik dat ook van mening ben wat betreft de AG's. Ik heb dat in de tijd ook gezegd, dat ik het een goede zaak zou vinden, moesten we daar bepaalde vereisten tegenover zetten, dat in dergelijke constructies mensen zitten die inderdaad ervaring hebben binnen die sector. Als we spreken over een AG stadsontwikkeling, dan vind ik dat geen slechte zaak dat je daar inderdaad mensen inzet, wat dat dan mensen zijn die een bepaalde achtergrond hebben, maar in ieder geval binnen een achtergrond zitten, die weten op welke manier dat zoiets in elkaar steekt. Is dat een gemeenteraad zit of is dat geen gemeenteraad zit, dan laat ik tussenin, dat is dan de partij om dat te beschouwen. Maar het, daar bepaalde vereisten tegenover zetten, vind ik niet slecht om ervoor te zorgen dat je daar inderdaad de nodige ervaring hebt en niet gewoon door een directeur, en ik spreek voor alle duidelijkheid gewoon in het algemeen wat betreft die AG's, gewoon geleid wordt naast een schepencollege die in de directieraad zit. Want de realiteit is dat de oppositie enkel vertegenwoordigd is in de raad van bestuur en niet in de directieraad, en dat de beslissingen genomen worden in de directieraad en medegedeeld worden aan de raad van bestuur. Ja, daar komt het wel op neer. Dus je moet daar in ieder geval mee opletten. Dat je daar inderdaad niet volledig het democratische spel wat in een gemeenteraad gespeeld wordt, naar de vaantjes houdt. Ik denk dat je daarmee moet opletten. Dat is een BTW-constructie. En laat het ons ook op die manier beschouwen. Laat het ons niet beschouwen als een systeem dat inderdaad de beslissingen wegneemt uit een gemeenteraad. Zelf al heeft die gemeenteraad controlemacht. We mogen ook niet vergeten
van uit welke redenering dat in de tijd die AG's zijn opgericht in Aalst. Ik zat er zelf toen niet bij in de gemeenteraad, maar de AG's zijn in de tijd opgericht om te maken dat er wel iets vooruit ging op momenten dat het niet noodzakelijk vooruit ging. En ik denk dat je daar vanuit moet vertrekken om te beseffen waar dat we vandaag zitten. Alhoewel dat het niet noodzakelijk zo is dat bijvoorbeeld het AGSA zijn taak wat betreft bijvoorbeeld de Sisigem-Kouter, en nu ga ik de mensen van het milieu die in de zaal zitten over mij heen krijgen, maar je kan ook iets in bedrijf terrein ontwikkelen die ervoor zorgt dat je respect hebt voor groen. Maar dat zijn zaken die niet vooruit gegaan zijn en waar dat spijtig genoeg vandaag nog altijd geen werkplaatsen gecreëerd zijn. Dat zijn zaken die ik wel verwacht van een AGSA en die zijn niet, daar is er niet in geslaagd. Dus maar als het gaat over het idee aan zich, dan denk ik dat je daar met argusogen naar kijkt, dat je daar de juiste mensen in moet afvaardigen en de juiste controlemechanismen tegenover moet zetten. Ik denk wel, ik heb geen gezag, maar ik stel nog wel de vraag, zoals je zegt, die Sisigem-Kouter, dat is bij Stillege, ik herinner mij nog de tijd van 1984, waar dat een hele simpel daar met een hek gronden zat op te kopen, maar dat is dus effectief blijven Stillege. Er zijn ze nog van die projecten die eigenlijk Stillege, ik denk dus aan het Trago-project. Ik denk ook aan. Trouwens, ik was niet stil, hè? Ja, burgemeester, kom hier bij je, heb je dingen opgestoken. Maar dus, er zijn nog een aantal projecten die zijn gaan stilvallen. En dan versta ik van, enerzijds, heel erg goed op AG's om dat uren te vergaderen, om de snelheid in te steken. Maar aan de andere kant, denk ik toch dat uiteindelijk het nog altijd de politieke verantwoordelijkheid heeft. Als ik daar nog iets mag over zeggen, want het is begonnen met een debat over de financiën en voor sfeer en gezelligheid. Hè, want u wil hier wat repliek uitlokken en ik ga dan proberen daaraan te beantwoorden. Hè. Het ging over de financiën. Vergeet niet, steden en gemeenten, alle steden en gemeenten in dit land worden gecontroleerd. Er is een mechanisme voor, dat noemt met een geleerd woord autofinancieringsmarge. Je mag geen leningen aangaan om uw leningen te betalen. Daar komt het in mensentaal op neer. Ik kan u zeggen dat die autofinancieringsmarge voor Aalst, zijn begroting, zijn financiën, gunstig is. We hebben al die controles doorstaan. Dat is één. Twee, ik heb respect in het leven voor de mensen die hun job goed doen. Een goede buschauffeur is een goede buschauffeur. Een goede schepen is een goede schepen. Over de burgemeester gaat me niet uitlaten. Maar ik vind de teneur waar dat men soms politiek mee benadert, verkeerd. Je kunt het ook eens anders bekijken. Probeer eens een beetje empathie te hebben voor de mensen die dat trachten te doen. Ik kan u getuigen, en ik beaam wat de collega's zeggen, dat is niet zo'n simpele job. Als je dat puur voor de centen doet, dan zijn er andere zaken in het leven. Daar gaat het er niet over. En ik vind zo de tendentieuze benadering van de mensen die wat meer doen als de anderen, ik vind dat niet zo goed. Want het is aan de bevolking om te zeggen, ben ik er te weinig geweest in Aalst als burgemeester? Dan mogen ze mij dat gerust zeggen. En ben ik te weinig in Brussel geweest als parlementslid, dan mogen ze mij dat ook zeggen. Dat is een partijbenadering en ik heb respect voor partijen die daar anders over denken. Maar ik heb wel respect voor iedereen die probeert zijn job naar behoren en goed te doen. En dat is altijd zo'n beetje, dat wordt heel negatief bekeken vanuit het feit van die cumul en twee jobs. Ik kan ook zeggen, we hebben vanuit Brussel al heel wat middelen naar Aalst, en dat is ook over de partijgrenzen heen. Men komt op voor de streek, men komt op voor die stad. Dat is jaren te weinig gebeurd. We zagen steden rondom ons floreren. We waren soms op een gegeven moment jaloers van de Ramonnen. Heel de markt in de Ramonnen is er aangelegd. In de Ramonnen werden investeringen gedaan. Als de Batserier dat zat, dat ging vooruit, dat geld dat kwam er binnen. Alles werd gerenoveerd in de Ramonnen en Aalst werd vergeten. We proberen dat te keren, probeer dat eens positief te benaderen. Dank u. Okay. Ik zou toch nog graag eens bij Alexander komen, want dit is de laatste. En mijn vraag is zeer kort. Je hebt ook nog geen van Sam gehoord. De controle is soms moeilijk. Is het soms moeilijk? Is dat moeilijk? Ja, wel, wij hebben met PvdA geen verkozen in de gemeenteraad, dus ik spreek hier ook als een burger, gelijk iedereen dat hier nu zit. En om u de voorbeelden van de handel om een gemeentebedrijven aan te halen, je moet maar een keer op zoek gaan naar informatie over dat nieuwe stedelijk zwembad.
of naar informatie over de CCM-kaart. Er staan geen verslagen of zo op die website als je al iets vindt op, over de, ja, op geen jaarverslagen of grote verslagen, maar ook op de website van die autonome gemeentebedrijven. Als je dan een vindt, bijvoorbeeld van de CCM-kaart, is voor een groot stuk zwart gemaakt, dus er moet wel iets te verbergen zijn op de een of andere reden. Dus er is een gebrek aan transparantie voor de gewone burgers. Dat is één probleem. Een tweede probleem is volgens mij dat als er zogezegd democratische controle is en politieke controle, dan stel ik mij toch wel de vraag bij de capaciteiten van een aantal politieke partijen die bijvoorbeeld in het AGSA zitten. Dus we weten, de AGSA, wat is het vastgoedtochter van het stad. En ja, wie zit er daar bijvoorbeeld in? Sorry, voor op een VLD, maar Frans Pen zit ook in de gemeenteraad, zit ook bij die vastgoedtochter en is zelf ook een vastgoedontwikkelaar. En misschien dat wel mensen over het laatst zoiets hebben in de bus gekregen, een briefje voor de residentie overhangen. Dus heel dure woningen die worden geplaatst. En zo iemand die zelf vastgoed ontwikkelt, die zelf dure slaapkamers, appartementen voor tot 500.000 euro verkoopt, die mag in een vastgoedtochter van het stad zitten. Wel, wij vinden dat niet. Kunnen wij nu eens de link uitleggen tussen een vastgoeddochter die inderdaad de gemeenschapsgronden die wij hebben willen ontwikkelen en een project aan de overhamendreef Brusselbaan? Wilde men daar eens gewoon de link voor uitleggen, buiten het idee dat het appartementen zijn die aan een bepaalde prijs verkocht worden? Leg mij nu eens de link uit. Mijn idee is dat dat juist iemand is die er wel moet inzetten omdat hij ervaring heeft, op welke manier hij naar contracten, contracten moet kijken, terwijl uw redenering is, aangezien dat hij appartementen zet die aan een bepaalde prijs verkocht worden, dat moet de sjoemelaar zijn. Dat is de reden, dat is u bent eigenlijk iemand die een maatschappij, een jaloeziemaatschappij wil installeren. Mijn redenering is dat als iemand bepaalde zaken ontwikkelt, dat dat een goede zaak is. En welke type appartementen dat zijn, ja, bedoel, dat is degene die het bouwt zijn zaken. Ik bedoel, de redenering die jij opbouwt is een populistisch-communistische redenering, waarbij u probeert van iemand die zaken doet, naar voren te brengen als zijnde iemand die sowieso daarnaast ook nog eens niet pluis is. Ik kan je een foldertje straks mededelen. Ja. Het is een mooi folder. Het gaat gewoon om belangenvermenging. Als u het woordje belangenvermenging... Nee, maar dat is niet waar. Als u het woordje belangenvermenging in de mond neemt, dan zou ik graag willen weten op welke basis dat uw idee van belangenvermenging gestoeld is. Iemand die zelf in de vastgoedsector actief is en in de vastgoedtocht zit, die zit daar niet neutraal. Punt aan de lijn. Welke zaken heeft hij ontwikkeld op gronden van het AGSA? Het doet er niet toe. Hij zit... Nee, daar gaat het wel over. Maar daar gaat het wel over. Wij willen duidelijke schotten tussen het bedrijfsleven en politiek. Ja, wij willen daar duidelijke schotten tussen. Zo simpel is het. Dus met andere woorden, dat betekent dat aangezien dat er advocaten worden aangesteld, dat er ook geen enkel advocaat mag zitten in een gemeenteraad, want die zou wel eens een ander advocaat kennen. Nee, wij willen wel dat er meer arbeiders in zitten in de gemeente, maar hier gaat het over het AGSA. En voor ons kan het niet dat er een vastgoedontwikkelaar in de raad van bestuur van een vastgoeddochter van... Dus jij wilt eigenlijk liefst mensen die sowieso misschien geen ervaring hebben, liefst in een vastgoedtochter, als mensen die wel ervaring hebben, op welke manier ze naar een dossier moeten kijken. Dat is wat ik eigenlijk zeg. Hè. Je wil eigenlijk liefst, dat dus met andere woorden, je hebt liever iemand die niet weet hoe dat naar een dossier moet kijken, als iemand die wel naar een dossier moet weet kijken. Ik hoor een klein beetje rommelen in de voorraad. Maar nee, maar dat is gewoon een populisme. Ja, oké. Ik heb niet gezegd dat het belangrijk is. Ik heb ook geen andere negatieve zaken gezegd. Ik heb zeer abstract gezegd. Moeten wij als wapenen niet wapen tegen de mogelijkheid van? Kunnen wij controleren? En wat dan ook. Mijn vertrekvraag en de kandidaat was al direct zoveel emoties overgestellen. Dat er een netto-inkomen op het web was geplaatst. Is dit niet iets merkwaardig nieuws? Het kan goed zijn dat dus de politieke macht, wie is het dat het wellicht om ook besparingen gaat,
als dat meer geconcentreerd wordt in de hoge verhaal van minder mensen, en dat dat antwoord daarop een economisch gaat uitbesteden. Ik heb me daar dus een bedenking over gemaakt. Ik had graag eens gezien in de zaal, dat is een debat, daar moet je 4 uur over spreken, en dat zijn nog niet aan het begin. Ik heb graag eens geweten in de zaal of men dat automatisch, zeg de vraag, ik ga het nog weer goed stellen, vindt men dat goed, dat systeem, dat dus concentratie van bevoegdheden en uitbesteding van uitvoeringsbeleid. Dat is graag eens verhandeld gezien. Goed of slecht? Goed. Slecht. Dus meer slecht dan goed, maar een gigantisch stilzwijgende menigte. Ja. Dus het is moeilijk en het is de taak van de politiek toch om dat goed uit te leggen. Laten we daar duidelijk in zijn. Ik denk echt dat de burger een nood heeft om een goede uitleg. Ik zou dat punt nu hier willen afsluiten. Er zijn dat er nog dringende landen. Ja, ik heb nog een aantal kleine aanvullingsjes. Op het feit, een gemeenteraad heeft eigenlijk een controlemechanisme zijn van een bestuur van een college. En uw gemeenteraad, de laatste tijd, als je als raadslid een interpellatie wilt indienen of een vraag, moet je ofwel wachten tot 1 of 2 uur s'nachts na de hele gemeenteraad voor dat aan bod komt. En een vraagstelling... Ik ben al bezig, sorry. En als je in het vraaguurtje niet goed stelt, moet je dan aan de actualiteit duiden. Worden er excuses gezocht om het niet te woord te laten? Nu, wat de ander net ook zei, 1 keer op het jaar moeten stemmen, zijn we verkozen door het volk. Maar tussen die 6 jaar zal de burgers ook veel meer inspraak moeten hebben. En dat gebeurt nu in Aalst veel te weinig. Je hebt hier de mensen die het hier georganiseerd hebben, die 2 jaar geleden een burgerinitiatief op de gemeenteraad wilden brengen. Die hebben daarvoor heel veel werk gedaan, 800 handtekeningen verzameld. En die hebben gewoon geen spreekrecht gekregen, omdat het zogezegd boven lokaal was. Maar als je dan een beetje respect hebt voor al het werk dat zij doen, ja, dan laat je ze toch uitspreken op die gemeenteraad. En wat wij daar ook in willen voorstellen is, dat vragenuurtje dat nu enkel voor politieke partijen is, geeft daar burgers ook een half uur de tijd om vragen te stellen, zodanig dat zij veel meer inspraak hebben. En dat zij eigenlijk ook niet 1 keer om de 6 jaar moeten stemmen, maar ook maandelijks mee aan uw bestuur kunnen bijdragen. Dat was deze. Maar ik ga wel moeten afvallen met Doe. Collega Lander, eerst en vooral over interpellaties. Misschien gaan de burgemeester nog komen, maar ik ben hier geen moderator. Maar ik denk dat echt onze partij zegt voor participatie en wijkwerking enzovoort. Maar uw voorstel, dat je zegt van kijk, 1 keer in de maand moet de burger of zou de burger een vraag kunnen stellen. Nu, we hebben 10 gemeenteraad. We hebben een vraagmuurtje van 7 tot 8 normaal. Als u, ik denk dat er heel veel mensen vragen ook hebben, en als die allemaal een vraag moeten stellen, dan weet je dat inderdaad de ganze dagen vraagmuurtjes moeten organiseren. Dat lukt ook niet. Ik denk dat je dat beter kunt organiseren via die burgerparticipatie, via die wijkwerking. Wijkwerking is superbelangrijk. We hebben een prachtig voorbeeld, denk ik, in de Watertorenwijk. We hebben andere, ik zie meer en meer, we hebben daar de koken, we hebben zoveel leuke burgerparticipaties, veel wijkwerking. En we ons daar meer op focussen en dat die mensen inderdaad aan de slag kunnen gaan, misschien met meer middelen. Want die doen uiteindelijk toch wel baanbrekend werk. En ik ben meer en meer van overtuigd dat we die richting moeten uitgaan. Maar uw voorstel, het is een leuk voorstel, want het is praktisch ook niet haalbaar. We gaan er 4 burgers zijn die 1 keer in de maand de vraag mogen stellen. En wat ga je dan doen met die andere 85.000 en de chic inwoners die uiteindelijk niet aan de bak komen? Ik heb daar juist gezegd ook. Je hebt u afgevaren ook, als inderdaad, als wij hebben dikwijls onze mensen, die zitten natuurlijk in de meerderheid, als er vanuit hen, vanuit de achterban iets komt, dan kunnen wij inderdaad ook die vraag stellen. Misschien moet het reglement veranderen, want die moet actueel zijn. Heel streng voorwaarden, dat is misschien iets anders, dat je daar kunt aan werken. Maar ik denk, uw voorstel van het vraagmuurtje op de gemeenteraad, dat uiteindelijk weinig zoden aan de tijd zal brengen, maar eerder naar wijkwerking en burgerparticipatie. Maar straks nog een vraag stellen over de afhankelijkheid van bezoeken van de burger naar de gemeenteraad, maar ik wil zeggen wat is. Ja, ik zou toch nog een keer, ik ben misschien de oudste aan deze tafel, ik weet het niet, maar ik zit in de gemeenteraad sinds 88. Dus dat is heel wat langer dan een aantal van mijn collega's in de oppositie. Ik herinner mij dat de gemeenteraad was tot 4:30 's morgens. Wij hadden een zitpenning van 25 euro. Ik kon daar nu met een BBC niet betalen op dat moment. Zitpenningen zijn nu maal 4 en maal 5. Er is een vragenuur.
Moeten alle documenten transparant aan oppositieleden worden overgemaakt en moeten jullie de informatie kunnen vinden, net als wij, natuurlijk. Maar eerlijk gezegd, om oppositie te voeren, sorry, daarvoor, de klaagzang die ik nu hoor, dat is echt in schril contrast. De oppositie was vroeger veel harder, meneer Verde gaat dat zeker kunnen beamen. Wij werden minder betaald, wij zochten meer op documenten, wij maakten er meer ons werk van. En de gemeenteraad duurde nog langer. Het was enkel met interpellatie te doen, er was geen vragenuur. Dus ik zou zeggen, men moet hard werken voor zijn centen en nu nog meer dan vroeger. Ik denk dat de burgemeester de oudste is. Huh? Ja, dank u. Ik vind inspraak en kwaliteit van het debat ongelooflijk belangrijk. En het is niet altijd van het hoogste niveau op de Aalsterse gemeenteraad, maar ik weerleg fundamenteel de kritiek van Groen dat wij in Aalst niet democratisch zouden werken. Wel in het tegendeel. Ik moet vaststellen dat de laatste gemeenteraden, we hebben een vragenuur dat voorzien is voor oppositie en meerderheid om vragen te stellen. Dat is een uur dat daarvoor uitgetrokken is. De laatste 6 tot 10 gemeenteraden krijgen we amper nog vragen. Dan moet je ook maar één per fractie en ik wil het lijstje wel eens geven van vragen van ons die zijn afgekeurd, die we wouden stellen, maar die mochten stellen. Om een democratie op een goede manier te laten functioneren, zijn er bepaalde regels. En die regels, ik heb daar in mijn vorig leven als voorzitter van de gemeenteraad, oppositie over meerderheid, altijd over gewaakt. Die regels, die moeten gerespecteerd worden. Wij willen eigenlijk niet anders dat een gemeenteraad, die dient er om beslissingen te verantwoorden en eigenlijk om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Want wat is een goede beslissing voor Aalst? Dat is een beslissing die zo ruim mogelijk gedragen is. Minimaal door de meerderheid, maar het is geen schande. Dat doe ik hier van de positie zou gezegd worden. Het is misschien iets goed wat dat je daarvoor stelt. Uw taak is natuurlijk om oppositie te voeren. Dat weten wij ook, zo zit het systeem in elkaar. Maar we moeten respect hebben en er moeten bepaalde regels zijn. Als u onlangs afkomt dat u in de gemeenteraad van Aalst een debat wil voeren over Schild en Vrienden, dan zeg ik, dat moet u daar niet doen. Want dat is geen problematiek van Aalst. Daar is een gerechtelijk onderzoek en dat zal wel lopen en dat zal wel zijn beloop kennen. Dan zit je aan de verkeerde kant. Als je over de scheepte betrokken bent, over de scheepte te maken met Aalst, en de scheepte heeft te maken met lokale producten, en lokale mensen die net hun producten veel moeilijker op de markt krijgen, omdat de bovenlokale multinationals die eigenlijk bevooroordeeld worden. Ik was nog niet uitgesproken. U hebt daar ook door de toeziende overheid, hebt u daar lik op stuk gekregen, wij worden ook gecontroleerd. Dus u moet niet zeggen dat dat een zaak is van gemeentelijk belang. Wij kunnen in de gemeenteraad, met respect, kunnen wij niet de handelsverdragen gaan negociëren. Dat is onze bevoegdheid niet. U hebt daarvoor mensen in het Vlaams parlement, u hebt daarvoor mensen in het federaal parlement. Daar moet dat. U moet schoenmaker blijven bij uw leest. Weet wat er tot de gemeentelijke, tot de stedelijke bevoegdheid behoort. En weet wat er naar een hoger of een ander niveau moet. Maar ik vind basisdemocratie bijzonder belangrijk. Bijzonder belangrijk. En u hebt al herhaaldelijk geïnterpelleerd en ook met permissie gezegd, maar dat is geen verwijt, ik vind dat zelfs positief, dat lang duurt, dat is dikwijls door uw partij te wijken. Maar dat is omdat er veel tussen komt. Dus dat is daarom niet zo slecht. Ik ga die afsluiten. Ik heb het uit dat ik wat promotie gaf. Burgemeester, als schoenmaker bij zijn leest moet blijven, waarom doet u dan een oproep aan alle burgemeesters van Vlaanderen om waakzaam te zijn tegenover die burgerinitiatieven? En uw bede is verhoord door uw eigen minister Homans, die de wet veranderd heeft, decreet veranderd heeft, wat betreft burgerinitiatieven. Als de schoenmaker bij zijn leest... We zijn niet tegen, maar u hebt mij niet goed begrepen. Onverantwoord om de andere collega's van u op te roepen om de wet te wijzigen. Dat is niet democratisch. Nee. We gaan daar straks op terugkomen op dat CETA gedoe, we gaan het hier even afsluiten. Maar ik kan u verzekeren dat de vragen zijn niet doorgestuurd naar de panelleden en toch anticiperen wat gaat komen. Dus er zit een logica in het ding. Maar ik ga wel de volgende even door elkaar snijden en nog eens gaan, aangezien dat u er toch zelf het nodige belang aan gehecht heeft aan de financiën. En ik begin met u te citeren in 2014. Aalst heeft de beste, want de laagste schuldgraad per inwoner 622.
euro. Dat is een schitterend resultaat. En zelfs als het schuld tegen 2019 1300 euro zal bedragen, is dat nog altijd 7. Maar nu wordt er gezegd dat in 2019 de schuld gaat meer dan, en dan denk ik dat ik braaf ben, 1800 euro per inwoner zal bedragen. En dan, maar ik ben geen boekhouder. Dat zijn geen juiste cijfers, meneer de moderator. Als u cijfers citeert, moeten ze wel juist zijn. En dan zijn de bronnen het VVSG, dat is de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, die ook daarvoor objectieve bronnen heeft. Maar als u cijfers citeert, dan moeten ze juist zijn. Want ik wil mij verdedigen, maar ik wil mij wel verdedigen op de juiste cijfers. Niet op verkeerde cijfers. Maar ik zal u dan de vraag stellen, wat is de openstaande schuld van Aalst? We hebben een schuld pro capita van 992 euro. Dat is het juiste bedrag op het hele. Daar zullen per inwoner, daar zullen er nog bij komen. Daar zullen er nog wat bij komen als u de rekening op het einde maakt. Maar dat zal geen som zijn die u daar vernoemt. En om u in de orde en in de mensentaal het verstaanbaar te maken, Mechelen heeft een schuld die per inwoner die 4 keer zo hoog is, Antwerpen 3 keer zo hoog en Gent ongeveer ook 3 keer zo hoog. Dus het is een aanvaardbare historische schuldgraad. Hoe komt dat we een lage schuldgraad hebben? Dat is omdat de vorige besturen te weinig delivery hadden, te weinig realisaties deden. Wij hebben geïnvesteerd in heel wat publieke voorzieningen die de bevolking ten goede komen. Een nieuw stadhuis. We hebben een nieuw sportcomplex. We hebben het aantal sportvloeren verdubbeld. Dat is ten behoeve van de bevolking. We hebben een Utopia, een bibliotheekacademie, waar we een gigantische besparing doen, doordat we niet én een bibliotheek bouwen én een academie, maar dat we die twee functionaliteiten in één gebouw steken. Dat is een besparing, doordat ook de elektriciteit, de lampen die branden daar zowel voor de bibliotheek als voor de academie. En het is ook een gebouw waar op 4 dagen tijd 25.000 mensen bezoekers geweest zijn en waarvan dat velen zeggen dat het een sublieme realisatie is. Dat is met belastinggeld, maar dat is waar dat mensen kunnen cultuur opsnuiven, waar generaties elkaar kunnen ontmoeten. Dat wil ik wel eens horen, wat dat daar zou onverantwoord zijn, dat die schuldgraad gestegen is van 6,22 naar 9,92, wil ik dat wel eens horen waar dat het zou verkeerd geweest zijn. Ik weet, de discussie zal zich ontspinnen over het feit, ja, dat stadhuis gaat dat onmiddellijk moeten kopen. Ik wil natuurlijk wel iedereen graag zien knikken. We konden dat onmiddellijk niet kopen. We hebben het op een fameuze nacht moeten doen, dat we de dubbelslag hebben moeten doen. En nu zijn we tevreden dat we hebben gedaan, want we hebben een nieuw stadhuis en we hebben een Utopia. Maar dat er jarenlang in de politieke loopgraven gezeten is, dat kunnen wij niet verwijten. Mij kunnen enkel verwijten dat ik de politici uit de loopgraven heb gehaald. Ja. Fantastisch. Dat is een zeer goed idee. Maar... Spreek ik zo luid genoeg voor de zaal? Nee. U vroeg mij van waar haalt u dat? Ik heb 3 bronnen, ik ben niet diep gaan graven, ik vind dat Pelle het antwoord moet geven. Maar ik heb wel 3 bronnen die over 1800 en meer spreken. Nu, goed, stel nu dat het 900 en wat is, het is altijd goed dat men die exacte cijfers kent. Maar dan nog is dat een aanzienlijk bedrag, dat ongeveer de helft van de begroting van de stad is. De vraag zal zich toch uiteindelijk altijd blijven stellen. Hoe betaalt men dat terug? Ik herinner mij nog Wilfried Martens in 2000, hij was toen 20 jaar aan de wind. Waarbij je zei, ja, economie dat is staatshuishoudkunde en elke huisvrouw leent geld. Dus onder dat parool dat is een schuld opgetrokken van 1000 miljard naar 10.000 miljard. Maar een andere minister in zijn regering, Matou, die zei, ja, de schuld is er vanzelf gekomen, ze zal wel vanzelf weggaan. Daar heb ik zo iets met berekeningen. Voor alleen daar een vraag over te stellen, ga je straks aan zaken punt geven. En dat zou ik daar toch ook graag, hij is trouwens lid van de oppositie, maar ook de ter linkerkant van de tafel iets over zeggen. Wat betreft het geheel dat naar voren gebracht wordt. Ten eerste, het is natuurlijk juist dat je, als je dat vergelijkt met andere centrumsteden, wij daar zo wat in de middenmoot zitten. Maar de redenering die je moet maken is eigenlijk anders. Wat is je beginpunt en waar sta je nu en welke realisaties staan daar tegenover?
En als je die berekening maakt, dan zal je zien dat je eigenlijk veel meer kon gerealiseerd hebben met dezelfde financiële middelen te gebruiken als dat er nu gebruikt geweest zijn. Zal u dat even duiden? Wat betreft het befaamde administratief centrum. Ja, de realiteit is, maar ik wil daar niet in herhaling vallen, want ik zeg dat nu ondertussen al 6 jaar, dus ik denk dat ongeveer iedereen dat al gehoord heeft, maar voor degenen die het nog niet gehoord hebben, en voor degenen die het blijven afstrijden, je had een meerderheid die er niet uit was welke plaats nu het nieuwe stadhuis zou zijn. Dus hebben ze de ene plaats gekocht, hebben ze de andere plaats gehuurd, in de hoop dat tijdens de daaropvolgende jaren men er zou kunnen uitgeraken op kost van de belastingbetaler. Had men slim geweest, dan had men onmiddellijk het administratief centrum zoals we het vandaag kennen gekocht. En als ik mij niet vergis, maar Johan Steileman staat achteraan, die zal mij verbeteren als dat nodig is, is er op de, in de vorige legislatuur, op het einde van de legislatuur, waar ik trouwens niet bij zat, een stemming geweest waarbij dat het ging over het kopen. En dan is dat weggestemd geweest door bepaalde mensen, waardoor dat het niet gekocht geweest is. In ieder geval, als we het hebben over op welke manier dat je een contract slecht kunt beheren en slecht kunt onderhandelen, dan staat het contract van Aalst wat betreft het NAC gekend als een voorbeeld van op welke manier kunde een overheid een loer lappen. Daarnaast, we betalen dat dus 3 keer. Dat is de eerste vaststelling. Daarnaast zijn er bepaalde... Dat is heel duidelijk hier. Hoe betalen we dat 3 keer? Dat moeten wij eens uitleggen. We hebben een contract met een aankoopoptie in, waar dat we tussen het 8e en het 9e jaar kunnen kopen. Waar dat de prijs al van vaststaat. Waar dat prijs van vaststaat. En waar dat, daar moet je toch de marktevolutie zien, dat dat eigenlijk een goede zaak is. Want we gaan voordeliger kunnen kopen, want mochten we het gewoon laten doorstijgen met de marktprijs, dan gaan we nog veel meer betalen. Maar waar haalde je die een derde keer? De realiteit is dat maar die een derde keer, zeg me dan een keer. Want ja, je gebruikt er altijd als beeld die een derde keer dat we dat betalen. Waarom zullen we dat 3 keer betalen? Dat moeten wij... Met de reden dat je in de jurist kan ik voor rekenen, maar dat je in de jaren dat je naar je aankoopoptie gaat, het eigenlijk al 2 keer betaalt. En wat is dan 3 keer? Op het moment dat je het koopt. Ja, klopt niet, ja. Ja, dat is waar juristen zijn. Maar alleen, de realiteit is dat je fundamenteel, te veel geld hebt uitgegeven aan dat NAC. Daarboven, als we die koop niet zouden lichten, dan zouden we nog een keer op kosten van ons eigen dat tot een volledig leeg gebouw moeten herstellen, dat een casco-toestand, dat staat ook in dat contract ingegeven. En dat is gewoon... Dat denkt, staat u, weg, denkt u echt dan maar? Dat nee, ik wel weggaan. Maar nee, maar er zijn wel bepaalde in uw meerderheid die blijkbaar wel dachten dat we daar nog gingen weggaan, want anders hadden ze het van in het begin gekocht. Terwijl als we het van nu... Dat is een vlucht op de juiste inzichten gebracht. Ja, terwijl het vandaag inderdaad anders is om de eenvoudige reden dat elke normale mens beseft ondertussen dat dat ongelooflijk onnozel zou zijn vandaag te vertrekken. Dat daar gelaten, dat betalen te veel. Daarnaast zijn er voor bepaalde aankopen te doen bullet loans gebruikt. En zijn er inderdaad bepaalde reserves opgebouwd op onze vraag om die bullet loans naar de toekomst te voorzien dat we die kunnen aflopen. De realiteit is dat een overheid die bullet loans eigenlijk niet zou mogen gebruiken. Want een bullet loan, dat gaat ervan uit dat je een bepaald bedrag gedurende een bepaalde... Dat zijn bullet loans wat ik afgestoken heb. Maar ja, wel, we hebben het er weet niet hoeveel keer over gehad. En ik heb tot het einde... Dat is niet waar. Je kunt elke keer opnieuw je financiën op die manier in orde stellen. Waar het over ging, is dat je eigenlijk enkel je rente aflost en niet je kapitaal. En je kunt inderdaad herkapitaliseren op het moment dat je het einde van je bullet loan doorloopt. Normaal gezien is een dergelijke systeem van lening, dat is voor bedrijven die een bepaalde investering doen, die ervan uitgaan dat ze in die tijd die investering terug hebben en dat ze daar in één keer dat kapitaal kunnen aflossen. Wat dat bij ons niet het geval is dat je dat in één keer kunt aflossen. Het is daarmee dat we reserves hebben opgebouwd op vraag van de VLD om het wel enigszins te kunnen oplossen op het moment dat het op ons afkomt. En de realiteit is dat we wel gelijk hebben om de eenvoudige reden dat de nieuwe oude financieringsmarge, dat de nieuwe regels die daarin geschreven zijn, eigenlijk dat soort leningen die in het begin van deze legislatuur zijn afgesloten, tegenhoudt. Goed, heb ik gezegd van het stadhuis. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk vind dat de huidige bewindsploeg
fantastisch mooie dingen heeft gerealiseerd, men ziet dat. Maar de vraag, onder andere over dat stadhuis, maar ook over andere zaken, over het beheer van middelen blijft bij mij toch nog altijd vragen. U zegt dat wij ongeveer 75 miljoen schuld hebben als saneerwagens, dat het 1800 is, dan is het 145 miljoen, schuld dat wij hebben. Of het een of het ander is, de vraag zal zich toch altijd stellen, wanneer betalen wij dat terug, onder welke druk, wat gebeurt er als de interesse van algemeen mag verwacht worden gaan stijgen, wat als u tegenwoordig heeft in de financiële ontvangsten, hoe betalen wij dat terug en wat zullen de prioriteiten zijn, wat zullen de zaken zijn waar iets zal bespaard worden. Ja, de burgemeester vergelijkt natuurlijk graag de schuldgraad met andere steden en gemeenten in Vlaanderen of de centrumsteden, maar de realiteit is inderdaad dat de schuld hier meer dan verdrievoudigd is in Aalst van 50 miljoen in 2014 naar bijna 190 miljoen in 2020. Die realiteit staat vast, een schuldtoename die meer dan verdrievoudigd is. En men klopt zich altijd stevig op de borst, maar tegelijkertijd moet men al onomwonden toegeven dat Aalst het de komende bestuursperiode met een pak minder middelen en een pak minder geld zal moeten doen, net omdat al die euro's vandaag via de fonteinen naar buiten zijn gespoten. Tegelijkertijd voorziet men in de huidige begroting, via de uitverkoop van stadspatrimonium, middelen die momenteel nog altijd niet ontvangen zijn. De pupillensit is voor ruim 8,5 miljoen euro aangekocht. Men rekent op meer dan 4 miljoen euro opbrengsten, maar daar heeft de stadskas nog geen euro van gezien, terwijl dat wel zo voorzien is in de huidige stadsbegroting. Hetzelfde voor ander stadspatrimonium dat men in de etalage plaatst om uit te verkopen, maar daar hebben we nog geen euro van gezien. Nog een keer 2 miljoen, er ontbreekt op dit moment ruim 6 miljoen euro in de stadsbegroting aan ontvangst. Dus men geeft het hier met alle gemak uit, maar het geld komt langs de andere kant niet binnen. En waar het wel binnenkomt, dat is iets waar we als socialisten voor huiveren, waar ons haar van recht komt. Dat was via de uitverkoop van onze eigen sociale woningen aan ruim 9 miljoen euro. Geld dat niet gebruikt is om te investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, maar wel om iedereen zijn pleziertjes te betalen. Anne, ik vond het logisch dat ik u hand op zag. Felicitaties voor dat applaus, maar uiteindelijk, Sam, wat ik jammer vind, dat je uiteindelijk zaken vertelt die niet correct zijn over sociale woningen. Zijn ze verkocht of zijn ze niet verkocht? Ja, wat is het? Zijn ze verkocht of niet? Ja, maar Sam, wat gaan we mij laten uitspreken? Ja, oké, we gaan even naar, naar alle andere steden waar uw partij aan de macht is. Daar gaan we. We moeten eens kijken naar de kernwaarde van de stad. Ik ben enorm voorstander van sociale woningen, en laat het heel duidelijk zijn. Maar, trouwens, dat is niet alleen in dit huidige bestuur, maar ook in het vorige bestuur. En toen was mijn grote kameraad Patrick de Smet, was toen ook voorzitter van het OCMW. Hebben wij geoordeeld, en ik denk aan Doornsveld, hebben wij toen beslist om deze verkoop waren, omdat ze in zeer slechte staat waren. En omdat uiteindelijk sociale woningen het kerntaak zijn, niet van de stad, dat wil niet zeggen, ik wil heel veel sociale woningen, maar dat de beste partner daarin de sociale bouwmaatschappij zijn. En waarom zijn de sociale bouwmaatschappijen de beste partner? Omdat die ook heel veel subsidies krijgen. En het is de bedoeling, en u zal dat ook wel zien, ik hoop dat je daar dan ook even uitleg over geeft, dus dat, of dat dan misschien ook correct gaat zeggen, dat er in de komende jaren nog heel veel sociale woningen door de sociale bouwmaatschappij zullen gebouwd worden. Er staan nog heel wat projecten op til. Ook in de stad Gent, want we hebben trouwens toen Doornveld naar analogie van de stad Gent, we zijn daar heel veel toen, dat was toen ook schepen van wonen, hebben we dat samen met het college beslist, niet omdat we daarvan afvullen, maar gewoon het feit van die sociale bouwmaatschappijen krijgen heel veel subsidies. Hebben we daar ook een 20-tal woningen bij gedaan. En het is ook wel de bedoeling dat alle sociale woningen in waar de stad heel veel geld moet geven en die niet op, wij krijgen ook geen subsidies voor, dat die inderdaad uitverkocht zijn. En dat is geen uitverkoop zoals u dat zegt, zoals
De andere vorm dat trekt niet zo zwaar aan over de pupillen. Ik deel heel zwaar aan het feit dat u zegt van, we hebben ze maar uitgekocht ook. De bedoeling is dat met die gelden nu wat andere zaken en zeker in het kader van wonen worden gerealiseerd. We zijn op dit ogenblik volop aan het investeren in het burgerlijk project. Want er is heel veel nood aan en we willen daar heel veel, ik wil daar zeer veel geld in spenderen. En inderdaad, er zijn heel wat woningen die aan zeer slechte kwaliteit voldoen. Die op de private markt zijn. En wij hebben daar als stad, en wij hebben dat ook al gedaan, denk maar aan de DZVB, renteloze lenen. Niemand moet rente betalen. Wij kunnen aan, de mensen kunnen aan 10.000 euro lenen zonder rente betalen voor inderdaad uw woning duurzaam te maken, ook als huurder. Maar ook al die prikkelprojecten samen, ik zie dat het samen Bart ook, die de Watertorenwijk beheert als wijkwerking. Er is daar nu trouwens ook nog maanden op het college geweest, ook. Daar komen nog meer incentives voor de woning. En dat is toch het belangrijkste, omdat wij vinden dat op private markt heel wat woning wordt verhuurd. Zeer slechte kwaliteit. En dat we ons centrum daar gaan insteken, omdat er heel veel mensen op dit moment in lamentabele woningen zitten. En ik vind dat we daar die mensen moeten ondersteunen. En die middelen worden uiteindelijk wel gebruikt voor naar de woningmarkt uit te gaan, voor inderdaad de leefbaarheid, de woonkwaliteit van de mensen te verbeteren. Maar ik vind het zeer belangrijk dat de sociale woning, de bouwmaatschappij, want ze worden verkocht, ze blijven wel sociale woningen, Sam. Want dat zou dan een beetje goed zijn dat we sociale woningen gaan verkopen en dat ondertussen de grote villa's gaan worden. Het blijft een sociale woning, niet in handen van de stad, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet, omdat inderdaad de subsidies zijn, ik wil dat zeggen, want dat is zeer zwaar op mijn leven, omdat uiteindelijk die sociale bouwmaatschappij heel wat subsidies kunnen krijgen. En ze zijn zelf gevraagd dat er drie schitterende sociale bouwmaatschappijen in de stad Aas die volop hun best doen om betaalbare kwaliteit, zie maar aan de Lewakowijk, de Rozen, vijf prachtige gebouwen. Wij hebben daar de omgeving aangekomen, ben er van Worm trouwens ook nog geweest. En wel, daar ben ik zeker chapeau voor de sociale bouwmaatschappij. Dus ik pik het niet dat u doet alsof wij de sociale woningen verkopen en dat we dat geld in zakken steken. We herbesteden dat, maar alles in het kader van een betere woonkwaliteit voor heel veel mensen die het niet gemakkelijk hebben. En ondertussen blijven die sociale woningen ook sociale woningen. Goed, dus eerst Sam en dan Ilse en dan Landweg. Maar ik wil eerst nog eens in sneltrein tempo aan u vragen en aan iedereen van links naar rechts. Wat is volgens u de statistiek? Hoeveel? 2019. Ik kan er niet met ruim plakken buiten wat ik juist is gezegd. Maar dat denk ik. Ik denk dat dat niet kan. Sam, jij zegt in 2020. Tegen 2020 190 miljoen. 190 miljoen landen. Ja, 2019 150 miljoen. Burgemeester? 1100 euro per kapitaal, per hoofd. Maal 83.000. Ik heb het nog niet uitgerekend. Dat is van 80.000 euro zijn. Hallo? Ik denk dat rond de 1300-1400 zal draaien. Ja, is het? Ja, ik heb de cijfers mee. 2015 was 752, dus ik denk dat dat ongeveer de cijfers zijn van de burgemeester. Ja, ik verwijs naar de cijfers. Ja, dat is het probleem, hè? Dus ik vind dat elk van deze eminente wegen exact zou moeten weten wat het is. Omdat je exact als politieke partij gaat moeten zeggen waar, als je moet terugbetalen, dat je prioriteiten gaat stellen. Ik zal zelfs vragen, wat is de weerslag van geld tekort in de kas? Op projecten als Schavel, een nieuwe zwembad, het nieuwe stadion voor één kwartaal. Ik zal dat zelfs vragen, maar eerst dat Sanders te zeggen. Ja, natuurlijk, de opbrengst. Natuurlijk zijn die sociale woningen blijven staan. Dat klopt, daar gaat het ook niet over. Het gaat erom dat de opbrengsten van de verkoop helemaal niet volledig naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen is gegaan, maar dat men bij een hoofdzaak gebruikt heeft om de prestigeprojecten in deze stad te betalen. Wat is ook het probleem? Dat is dat die sociale huisvestingsmaatschappijen massaal hun geld hebben besteed aan de aankoop van die sociale woningen die nog niet in hun bezit waren. En dat ze geen geld over hebben om de broodnodige renovatie te doen. Ik nodig iedereen uit om in de sociale woonwijken van deze stad rond te lopen. Ze liggen er desolaat bij. Het is betreurenswaardig en ik heb daar geen enkele scrupules over om dat te zeggen, want ik ben geen bestuurder, ik ben sociale huisvestingsmaatschappij. Het kan mij ook niet schelen welke ideologische achtergrond die sociale huisvestingsmaatschappijen hebben, maar er is dringend een inhaalbeweging nodig.
Er staan meer dan 1500 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Ze moeten meer dan 7 jaar wachten. En meer dan de helft van die sociale woningen in deze stad staat leeg omdat ze er bouwvallig bij staan. Goed, ja, ik kan alleen maar vaststellen in 2007 waren er geen projecten in de cijfers stonden. Nu staan er heel veel projecten, zijn er al heel veel gerealiseerd en er staan er nog in de cijfers. En uiteraard kopen kost geld. Maar daar gaat het juist om, je moet keuzes maken en we proberen dat op een zo efficiënt mogelijke manier, proberen wij zoveel mogelijk te doen. Voor 2007 was het de gewoonte van sociale woningen te bouwen en er 30 jaar niet naar om te kijken. Hetzelfde bij sporthallen. Men bouwde dat en er werd 30 jaar niks aan gerenoveerd. Afgelopen 12 jaar hebben wij toch wel op een andere manier bestuurd. Dat wil zeggen, schotten wordt daar aangehaald, ook het zwembad. Wij bouwen nu en wij voorzien uiteraard de onderhoudskosten voor de komende 30 jaar, voorzien wij eveneens. Zodanig dat het niet verloederd wordt, waardoor je het misschien niet hoeft te verkopen. En Sam, voor alle duidelijkheid, een stad hoeft niet alles te doen. Een stad moet wel alles hebben, maar ze hoeft het niet allemaal zelf te doen. En de huisvestingsmaatschappijen zijn nu eenmaal specialist en kunnen meer subsidies krijgen. Dus het is maar logisch dat je dat uitbesteedt aan de partner die je het meest geld kan voorkrijgen van de overheid en die ook het meeste expert is in die zaken. En dus een stad moet natuurlijk alles hebben, maar een stad moet ook niet alles zelf doen. En dus daar worden keuzes gemaakt. Natuurlijk zijn sociale woningen belangrijk, natuurlijk zijn gemeenschapsvoorzieningen belangrijk, maar als je gebouwen te veel hebt die je niet kan onderhouden en waarvoor je geen directe bestemming hebt, dan ben je misschien best van ze op de markt te gooien met de voorwaarden dat men ze moet bewaren, dat men er moet in investeren en dat het een bestemming is die past in de stad. En dat zijn keuzes die je als beleidsmaker moet maken, maar dat heeft helemaal niets te maken met het feit of die functie dat nodig is in je stad, die is natuurlijk nodig, maar je moet het gewoon aan de best mogelijke partner uitbesteden die het beter kan doen en goedkoper kan doen dan de stad. Ze zitten in uw tuin te rakelen, dus jij krijgt het laatste woord. Ik dacht dat ik na nog. Nee, maar jij krijgt het laatste woord. Het is nu een tuin dat ze zitten te rakelen. Een van deze twee. Ik heb op deze thema. Ik snap, Ilse, keuzes. Er worden keuzes gemaakt. Maar vandaag de dag, voor mensen die het financieel moeilijk hebben, worden gewoon de foute keuzes gemaakt. Er wordt nog een extra controlecel opgericht om mensen die op zoek zijn naar een sociale woning extra te gaan proberen zoeken, dat ze geen fouten maken. Daar worden dan middelen in geïnvesteerd, in plaats van die middelen te investeren, die mensen extra te gaan helpen. Er zijn cijfers geweest, amper 2% van de mensen had de fouten gemaakt. En oké, je gaat altijd een paar mensen hebben dat doen, maar moet veel meer investeren om de mensen extra te gaan helpen. Wat Sam ook zegt over sociale huisvesting, daarnet... Ja, maar ik ben al bezig. Over sociale huisvesting van daarnet. Wat gebeurt er nu? Ze worden uitverkocht, waardoor dat de huisvestingsmaatschappijen zelf geen geld meer hebben om er nieuwe te zetten. In grote projecten, zoals in Immerzeel, door het AXA, zal er 20% sociale woningen moeten komen en daar wordt gewoon totaal niet aan vandaag de dag. Als je ziet in Vlaanderen... Als je ziet in Vlaanderen, heb je vandaag de dag 5,6% sociale woningen. Antwerpen heeft er 8. Aalst heeft er amper 4. Dat is dus de helft van Antwerpen. Oké, Alexander, kom bij u aan. Ja, zijn we ook Antwerpen? Het gaat hier over de wooncrisis in Aalst. En er is één probleem, en dat merken wij ook bij iedereen die wij zelf ook aanspreken, dat dat de woningen gewoon veel te duur zijn in Aalst. En ja, sorry Jean-Jacques Hucht, ik ga je nog een keer moeten tegenspreken, maar het voorbeeld van Overham is er maar één voorbeeld van veel te dure woningen. Je hebt ook de Zeebergkaai, je hebt ook de Piertornel, het Kernel, en ik kan er nog een hoop opnoemen van woningen, appartementen die meer dan 400.000 euro op zijn geld kosten. De prijs is wat de devil will pay for it, hè? En de vraag is, en je moet het maar een keer op jezelf vragen, ja, wie van jullie kan zoiets betalen? Ja, intussen staan, het is juist al gezegd, meer dan 1500 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. En op zo'n wachtlijst kun je niet wonen, dus er moeten wel degelijk de juiste politieke keuzes worden gemaakt. De juiste, en dat is voor meer sociale woningen te zetten. Dat is ook voor de leegstand aan te pakken, die toch ook wel enorm is in Aalst. En ook om de bestaande woningen inderdaad te renoveren. Een tweede punt is ook van, omdat eigenlijk de vragen beginnen over schuldgraad ging.
Ja, wat gaat onze schuldgraad nog eens stijgen? Dat zijn wel al die PPS-constructies. Er zijn al verschillende studies die hebben aangetoond dat PPS-constructies, publiek-private samenwerking, dat dat ervoor zorgt dat de belastingbetaler meer moet betalen. Dat gaat hier in Aalst niet anders zijn. Wat zijn al die PPS-constructies hier? Het wordt hier meestal via een goed nieuwsshow benoemd, maar het zwembad, de schotten, de pagel en zo kan ik er nog wel opnoemen. Maar dat gaat jullie allemaal meer geld kosten. Elke studie toont zoiets aan. Dus het moet gedaan zijn met de PPS-constructies. En we moeten ook eens denken van, als we de schuldgraad willen verminderen in de toekomst, dan moeten we ook het geld halen waar dat zit. En opnieuw, de rechtse partijen die gaan dat niet graag horen, die gaan dat niet graag horen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan verhoogde leegstandtax. Waarom zouden we daar tegen zijn? Ja. Waarom zijn we daar tegen? De leegstandtax is in deze legislatuur verdubbeld, meneer. Ja. Vraag gerust nog wat over. Verdubbeld. Het tweede ding is van, zorg ook een keer dat de grote bedrijven wat meer bijdragen. En ik ga u één voorbeeld noemen, maar het is absoluut niet het enige. En wat ga je met werkgelegenheid doen? U bent ook de Partij van de Arbeid. De werkgelegenheid gaat niet wegstappen, hoor. Absoluut niet. Als dat gebeurt, dan moet men naar Tereos kijken, dan is het omdat ze het zelf wil, omdat ze meer winst willen maken. Ja? Maar Tereos, om u dat voorbeeld te geven, ja, maakt heel wat winst. En wij hebben destijds met die herstructurering ook alle jaarrekeningen doorgenomen. Dus om een keer te zeggen, tussen 2007 en 2017 heeft dat bedrijf hier in Aalst, ze zitten in Aalst, 213 miljoen euro winst gemaakt. Heeft 48 miljoen euro minder belasting moeten betalen door de notionele interestaftrek. En heeft ook nog een keer 1,8 miljoen euro in die periode teruggekregen van de fiscus. En wel dan denk ik van, haalt daar een keer wat meer geld bij zo'n bedrijven. Die nu... Dat zijn moeilijke opdrachten natuurlijk, hè. En de delicate evenwichten en die geld is de politiek. Hè. Maar goed. Ik vind altijd een bijzonder grappige aangelegenheid als mensen beginnen pleiten tegen bedrijven. Want in die bedrijven werken mensen. Dat zorgt ervoor dat mensen per maand een salaris hebben, waardoor dat ze op een goede manier kunnen zich bewegen in onze stad en in onze samenleving. Bijvoorbeeld, eigenlijk zou je moeten pleiten voor de afschaffing van de tax op drijfkracht. Weet u waarom? U heeft het in de tijd, als we dan toch in het algemene, dan ben ik de rechtse en jij de linkse. Terwijl ik dat op die manier niet zie. Hè. Ik zie mij eerder als een normaal economisch ingesteld mens. En jij als iemand die de economie aanvalt. Maar dat is iets anders. Maar als we het op die manier zien, heeft in de tijd onder druk van inderdaad het socialisme, heeft men de tax op drijfkracht ingevoerd. En dat ging ervoor zorgen dat, dat men meer arbeiders ging laten werken en dat de machines het niet gingen overnemen. En de realiteit is dat de fabrieken die vandaag een tax op drijfkracht betalen, en dat eigenlijk de fabrieken zijn waar de meest laaggeschoolde arbeiders werk kunnen vinden. En dat zorgt ervoor dat inderdaad laaggeschoolde werknemers ook in onze stad nog werk kunnen vinden. En als je dus inderdaad sociaal wilt zijn, dan ga je bijvoorbeeld moeten pleiten voor het afschaffen van een tax waar je eigenlijk altijd voor geweest bent. Net zoals dat je altijd voor een idee pleit van een tax op robotica. Want dat is iets dat mensen gaat hun job afnemen. En jullie lopen altijd achter. Jullie kijken altijd naar een systeem van het verleden waarbij dat jullie een soort beeld hebben van een verleden waarin dat iedereen gezellig rond het kampvuur zat en dat alles goed, wel en wee was. Dat is niet zo. Wij leven vandaag in een maatschappij waar dat de minste armoede is. En betekent dat dat je inderdaad geen armoede hebt? Nee. En moet je die oplossen? Ja. Maar de zaken die u elke keer naar voren haalt, dat zijn zaken die populistisch zijn. U haalt zaken aan waar dat er inderdaad bepaalde promotoren in onze stad investeren en die bepaalde prijzen vragen voor hun appartementen. En als mensen dat daar willen voor betalen en naar onze stad in ons centrum willen komen wonen, zoals bijvoorbeeld het project Carmel, dan is dat een goede zaak. Want die mensen geven geld uit in onze stad. Dat zorgt ervoor dat je inkomsten hebt. Dat is hoe dat iets ineen zit. Mensen die geld binnenbrengen, die brengen ook, mensen brengen ook geld mee die voor onze stad een meerwaarde zijn. We zijn weg aan het dwalen van het onderwerp. Ik zou aan u willen gevraagd hebben, maar we gaan geen tijd voor hebben, het gaat enorm snel. Maar ik zou aan u willen gevraagd hebben, ik heb nogal scherpig gehad over Deels, dat u zegt van kijk, die mensen hebben geld genoeg en die verhuizen naar Frankrijk.
dezelfde vraag. Die komen van Frankrijk. Ik had nog het laatste. Die heb ik laatste. Maar op mijn communicatie. Maar dus ik stel bijvoorbeeld een vraag, en dat is van een totaal andere dimensie. En we moeten opletten dat we in het debat niet verglijden. Alles is gebouwd rond Amilum. Wat dat in ook Franse eigendom is die momenteel binnen. Ja, wat heeft Amilum nog in het centrum van alles te zoeken? Er zijn veel 180 dagnemers. 300. Maar dat is een vraag die ik wel stellen, maar ik ga het niet stellen. Want we gaan te ver gaan, misschien straks, om het in te halen. Anne, ja, we willen iets zeggen ter afsluiting. Ik wil toch nog even benadrukken, Sam, en misschien ga ik het ook niet weten, maar de sociale bouwmaatschappij, dat is ook een vorm van een nieuwe wetgeving. Moesten een bepaald contingent aan woningen hebben om uiteindelijk in leven te mogen blijven. Zoek dan ik op de maxknop. Ik denk dat dat geen kwaad kan. Zij waren er ook vragende partij voor. En het stoort mij, wat ook naar voren brengt. Diegene sociale woningen die verkocht hebben, ik denk maar hier in de wijk, die waren ook volledig groot dat kan zijn, Kort en Compagnie. Men gaat die volledig, de sociale bouwmaatschappij gaat die ook volledig renoveren. Heel belangrijk, ook aan de huidige EPP-normen. De Burglas enzovoort, ik zou zeggen, dikke chapeau. Ook Park de Briek, ik heb vorige week nog gezien, dus de sociale bouwmaatschappij is volledig bezig, maar die woningen staan inderdaad ook weer leeg. Men heeft dus, men gaat heel binnenkort, en men gaat ook nog naar de mensen zelf ook gaan, een prachtig nieuw sociale woning bouwen. Er staan er inderdaad ook veel leeg, maar er komt daar heel veel bij, met prachtige architecten. En ik denk dat dit huidige bestuur samen met de minister van Wonen, die is wonen, er geslaagd heeft om inderdaad nu naar kleinschalige sociale woonproject te gaan. Denk maar aan de Hogeweg, daar is dan een prachtig sociaal woonproject gekomen, waarbij dat de mensen niet meer in de mastodonte gaan moeten gaan zitten, want dit hier, dat is een woonwijk, moesten we vandaag nu denken om de mensen op zo'n manier allemaal moeten dicht bij elkaar te concentreren, zou niet goed zijn. Ik denk dat er heel veel plaatsen zijn in Aalst, en dat is mijn idee over, waar inderdaad nog op kleinschalige manier aan sociale woning kan gedaan worden. Ook de Schietbaan, heel binnenkort, ook een prachtig project, dat staat inderdaad ook nu leeg. Maar inderdaad, de dienstruimtelijke ordening enzovoort, dat is heel wat subsidiëring enzovoort, VMSP. Dus dat is ook allemaal nodig om de dossiers in orde te brengen. Maar er komen ook zoveel nieuwe sociale woningen bij. En wat ik nog een keer heel belangrijk vind, is dat wij heel wat geld gaan spenderen aan die prikkelprojecten, aan ook SVK-woningen, waarbij dat sociaal verhuurkantoor. Wij zijn destijds in de vorige legislatie begonnen met 30, ik denk dat het nu bijna 100 zijn. En dat is inderdaad de private eigenaar die zijn woning ter beschikking stelt van de stad, sociaal verhuurkantoor. Die dan inderdaad de mensen, het is nog altijd heel duur, voor sommige mensen, maar op bepaalde tarieven kan dat ook wel zijn, dus dat ze inderdaad kunnen leven met de beperkte financiële middelen. Maar dat zijn allemaal andere zaken, maar niet alleen die sociaal, zoals jij het ziet, ook als we wel eens vakantie hebben ook. Ik zou toch wel een beetje rappelen en ik ga het ook graag naar collega Swijs, als ik op de rondecommissie duidelijk maak. Want inderdaad, met al die middelen die is gebeurd, ook de aankoop van de gendarmerie is ook gebeurd, ook een heel groot sociaal... Maar de sociale woningen zullen inderdaad ook stijgen in Aalst. We hebben er in de loop van de jaren, gaan er heel wat bij komen. En anders nog geen vermelden via uw collega Patrick Smet, die in Lerako zit, om eens te kijken wat er daar nog allemaal in bij is. Betalen, wat zou de weerslag zijn op projecten als het Stadion-Eendracht, als de drager waar de gronden nu toch ook al denk ik een zestal jaar zonder rendement liggen te liggen. Er zijn nog van die zaken te noemen. Ik ga het niet afsluiten, dus je gaat op het einde van de eindrond de vraag gewoon nog eens kunnen ophalen. Maar zoiets anders vandaan worden. Mobiliteit. Oogstallings. Het is een feit dat dus de stadskern meer en meer verkeersvrij wordt gemaakt. De vraag is natuurlijk of dat het autovrij maken van de stadskern, dat is geen vraag, geen bedreiging is voor de middenstad. Ik kijk naar de situatie in Gent, waar het zonder enige twijfel zo is dat het autovrij maken van de stadskern een directe weerslag heeft op de mogelijkheden van de middenstad. En daaraan gekoppeld zijn de baanwinkels versus een leefbaar winkelcentrum en of een of verhaal. Quid met de burgers die niet mobiel genoeg zijn.
gehandicapten, ouderen van dagen en omgekeerd mensen die superlatief snel iets zouden willen huren of kopen. Hoe bereikbaar mensen het stadscentrum en zijn winkels en zijn cafés nog te houden? Ja, eerst en vooral denk ik dat Gent aantoont dat een circulatieplan, meer verkeersvrij maken, meer leefbaar maken van een stad, net een voordeel is. Want Gent is de stad waar het meeste nieuwe zaken zijn ontsproten in de laatste 6 jaar. Als je het niet gelooft, kun je de cijfers altijd een keer opzoeken, maar ik heb ze gelezen. En wat dat mensen betreft die minder mobiel zijn, ja, als je een stad verkeersvrij maakt, moet je natuurlijk zorgen dat die ook nog in het centrum van je stad terecht kunnen. Hè. Daarvoor hebben ze in Gent het mooie systeem van de wandelbussen, dat recent binnen de geniaalste rubriek van het laatste nieuws nog is aangehaald door een MVA-kandidaat, dacht ik. Dat ik zelf ook heb gezien in Ljubljana vorig jaar, dat heel goed werkt. Dat zijn gratis busjes die rondrijden in je stad, stapgoed, waar dan mensen die minder mobiel zijn, daar kunnen opstappen, weer afstappen indien nodig. Je kunt ook naar een systeem gaan waar je wat dat je koopt, je tassen en zo, naar randparkings laat vervoeren, zodat dat mensen dat niet moeten dragen, dat daar kunnen ophalen. En dat baanwinkels een bedreiging zijn voor je binnenstad, ik denk het wel. Sint-Niklaas is daar een mooi voorbeeld van, waar ze een winkelcentrum hadden gebouwd aan de rand van hun stad. Dat hele binnenstad eigenlijk leeg was. Dat ze jaren hebben moeten vechten om daar terug handelszaken in te krijgen, want hun grootste winkelstraat stond gewoon volledig leeg. En ik denk dat je echt moet inzetten op die kleine lokale handelaar, die ook de mensen naar je stad gaat trekken, die een eigenheid heeft. Want die multinationals, die grote winkels, ja, die heb je in alle steden. En je moet zorgen dat je stad een aantrekkingskracht heeft die mensen specifiek naar je stad gaat lokken. Plus, je hebt het surplus natuurlijk, als je meer inzet op alternatieve fiets, openbaar vervoer, dat je je autoverkeer aan de rand houdt met randparkings, dat ook je luchtkwaliteit sterk gaat verbeteren. En we krijgen nu zaterdag de cijfers van curieuze neuzen. En dan gaan we kunnen zien hoe dat met de luchtkwaliteit hiernaast is. Maar ik denk dat Gent vorige maand ook heeft aangewezen, de luchtkwaliteit is daar zeer sterk verbeterd. Veel meer dan in andere steden, 20% UNOX'en, stikstofoxide. We zullen het zien. Tuurlijk, maar de bewijzen zijn er, steden die kiezen voor een verkeersvrije, verkeersluwe stad, die zijn veel leefbaarder, je krijgt veel meer ruimte, die steden die leven op. En hiernaast is er gewoon de voorbije 6 jaar veel te weinig de keuze gemaakt. Is er eigenlijk amper een keuze gemaakt, want het mobiliteitsplan gaat maar invoegen op 1 januari, na de verkiezingen, nadat een tunnel, hè, inderdaad, het is nog niet zeker dat het wordt uitgevoerd, na de tunnel, dus op mobiliteit, hebben wij letterlijk en figuurlijk in Aalst een stilstand gehad. Goed, burgemeester, ik heb al lang niet meer gehoord, maar ik ga eerst het woord geven aan jou. Hoe was het? Ik heb al niks meer te zeggen, maar iets meer. Ja, wat betreft het mobiliteit in Aalst, denk ik, wij staan voor het feit dat je in Aalst nog altijd met de auto je op een goede manier kunt verplaatsen, maar dat gekoppeld aan het feit dat je eigenlijk alles binnen uw ring, en dan heb ik het niet over de Wallering, naar een fietsstraat omvormt. Hè. Dus dan heb ik het over de, wat men vroeger de provinciebanen heeft genoemd en wat men nu de gewestwegen noemt. Waarbij dat je inderdaad de zwakke weggebruiker voorrang geeft. Maar ik blijf ervan overtuigd dat als ik bijvoorbeeld naar de Esplanade kijk, dat je daar een ondergrondse parking moet realiseren met bovengronds een stadspark. En je kan dat daar ook zonder enig probleem doen, waardoor dat je in je centrum bereikbaar blijft. Ik denk niet alleen voor de mensen die minder goed te been zijn, maar in het algemeen voor inderdaad in een omstandigheid die toch wel moeilijk is. Je moet eens kijken naar de verschillende steden en gemeenten. Je gaat zien, en dat is nu niet om met Dendermonde te lachen, maar Dendermonde gaat het op termijn niet gemakkelijk hebben om als winkelstad overeind te blijven. Als je kijkt, dan zal de schaal waar dat men inderdaad nog naartoe gaat komen, zal dat op de schaal van Aalst ongeveer zijn als het gaat over echt een winkelstad. Wat niet betekent dat de middenstand volledig gaat verdwijnen in die andere steden, maar als je het hebt over een winkelstad, dan ga je zien dat dat de grootte van een stad zoals Aalst is. De manier waarop men daarnaar kijkt, ik vind inderdaad zoals Lander zegt, dat je verschillende
kleinere winkels moet hebben, die zaken brengen die op een goede manier geproduceerd worden, liefst in eigen streek. Maar langs de andere kant zeggen dat die multinationals allemaal verkeerd zijn, is ook verkeerd, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een Zara, dan merk je dat daar ook wel het een en ander van mensen naartoe, naar ons alles getrokken worden om hier te komen winkelen. Dus ik denk dat je een paar aanpassingen moet doen. Ten eerste, als je naar uw centrum alleen kijkt, dan valt dat eigenlijk nog vrij goed mee hoeveel straten dat er verkeersvrij zijn. En je moet misschien inderdaad nadenken naar de toekomst toe op welke manier je dat beter organiseert. Ten tweede, denk ik dat als het gaat over mobiliteit voor de zwakke weggebruiker, als slecht scoort als het gaat over op welke manier dat je, als je gehandicapt bent, als je met een kinderkoers op de baan zit, je kunt verplaatsen in onze stad, dat is problematisch. Dat is echt problematisch. Ik heb zo goed gezegd. En ook voor mensen die bijvoorbeeld, als het gaat over mensen die een probleem hebben wat betreft hun ogen, hè, van het zien, dan ga je zien dat er heel weinig zaken te zijn in het centrum aangepast zijn voor deze mensen. Dus daar moet dringend werk aan worden. Mag ik afsluiten? Ik heb je punt gemaakt. Ik denk dus effectief, is het probleem in alles gaat de leiders trouwens dat centrum, als je de rechting over eventjes laat. Ik merk gewoon dat er vanaf de maand oktober, s'avonds, ja, dat het verkeer, ja, het leven, de consumptie in de stad eigenlijk vrij dood is. Ilse, jij hebt een NCRV-verleden, de vorm bij u, de middenstand. Ja, Aalst is Gent, zou ik zo zeggen. Aalst is een stad op mensenmaat. En ik denk dat we de afgelopen 10 jaar toch heel wat hebben geïnvesteerd in kernversterker beleid. Ik werkte bij Unis op het moment dat het drama zich in Sint-Niklaas voltrokken heeft. Het kan natuurlijk niet slechter zijn dat je een winkelcentrum bouwt, gloednieuw, en dat je ondertussen niks aan de binnenstad doet. Wij hebben hier het omgekeerde gedaan. We hebben de binnenstad eerst helemaal verfraaid. We hebben echt een openlucht winkelcentrum, noem ik dat altijd, waar wij heel wat hebben gedaan. Met nieuwe vervraagingen, met tegen leegstanden, die je natuurlijk nooit volledig kan uitsluiten. Maar we toch wel heel wat inspanningen hebben gedaan naar de lokale middenstand en tot baanwinkels zoveel als mogelijk op afstand gehouden. Gentse Steenweg is nog wel een route voor baanwinkels, maar wij zijn ook niet ontsnapt aan de grote aanvragen van de baanwinkels. En tot nu toe hebben we die allemaal kunnen afhouden, eigenlijk in het voordeel van het kernwinkelgebied. Wat denk ik alle partijen van deze meerderheid heel belangrijk vinden. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij ook niet ontsnappen aan het feit dat hoe minder auto's je in de binnenstad hebt, hoe leefbaarder voor bewoners, hoe leuker het ook is om te fietsen en om te wandelen. Dus minder auto's naar het stadcentrum krijgen is zeker een belangrijke doelstelling. Met minder bedoel ik niet geen, want we hebben eigenlijk twee belangrijke piekmomenten in de stad, dat is met de scholenspits. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is om dan toch wel voorrang te geven aan de fiets en openbaar vervoer op het moment als de scholen er zijn. En dat wil zeggen een uur 's morgens en een uur in de namiddag. Maar wij vinden ook dat de rest van de dag moeten handelsvertegenwoordigers, ouderen en dergelijke moeten toch wel op de een of de andere manier in het stadcentrum nog geraken. Dat wil niet zeggen dat je openbaar vervoer moet vergroten, dat je een ballenbus kan hebben, een elektrische, die inderdaad mensen op wandelafstand toch wel brengt, maar meer aandacht voor de fiets, maar toch wel een volledig autovrij centrum. Ik denk dat dat in Aalst op dit moment niet nodig is. Burgemeester. Ja, ik heb aandachtig geluisterd naar de verschillende interessante zaken die gezegd zijn. Ik denk dat wij in Aalst ons onderscheiden van andere centrumsteden als het over de mobiliteit gaat. Mobiliteit is iets waar mensen enorm, enorm mee bezig zijn. En we hebben het tot aan het einde van deze legislatuur eigenlijk kunnen houden tot een niet zo ideologisch gekleurd debat. Tot spijt van wie het benijdt, maar alles is natuurlijk Gent niet. En wat ik hoor u dat graag zeggen, er zijn veel starters, dat zijn cijfers van de laatste 6 jaar. U moet eens de cijfers van Gredo nazien, goede vriend, van het aantal faillissementen in Gent. Heel veel met e-commerce te maken. Dat is juist, dat is een gecombineerde analyse die je moet maken. Maar het is toch ook, er zijn parkings en dergelijke meer, het is zich aan het verleggen. Nu wat ik wil zeggen in Aalst, ik denk dat we in Aalst een vrij realistisch mobiliteitspolitiek voeren. Dit is gewoon geen momenteel. Ja, maar mag ik een keer, u moet ook een beetje rekening houden met twee belangrijke dingen. Want het is altijd gemakkelijk van veel kritiek te geven, maar u moet eens zeggen hoe je het zelf gaat doen.
En twee dingen wil ik erbij zeggen. Ik vraag nu mij even niet te onderbreken. Laat u mijn redenering afmaken. Eén, dat is een vaststaand gegeven. We zijn een stad met ongelooflijk veel scholen. Er zijn kinderen die enorme mobiliteitsbewegingen moeten maken. Ongeveer 20.000 studenten in de totaliteit, waarvan het overgrote deel allemaal in de binnenstad geconcentreerd zijn. Eerste uitdaging. En het aantal leerlingen in de verschillende scholen blijft stijgen. Tweede belangrijk punt. U bent voor een goed milieu en ik ben daar ook voor. Maar cijfers zijn cijfers. Het autobezit, wat men ook in Vlaanderen zegt of wat men ook in Brussel zegt, op Vlaams of op federaal niveau, het autobezit in Aalst blijft stijgen. U kan heel leuke en toffe en goede ideeën hebben. Velen wil ik zelfs met u delen. Bijvoorbeeld het idee van een goede fietsenstalling waar uw fiets automatisch de grond in gaat en goed wordt bewaakt. Want veiligheid is ook dat er geen fietsen worden gestolen. Dat is ook belangrijk voor een mobiliteit, want dan heb je helemaal geen mobiliteit meer als uw fiets wordt gestolen. Maar het punt dat ik wil maken, dat is dat het autobezit stijgt, jaar na jaar. En wij hebben zo met Aalst een aantal proefprojecten, buurten bekeken en is geteld hoeveel parkeerplaatsen zijn er. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op het openbaar domein? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er bij de mensen die hun wagen parkeren voor hun eigen woning waar ze voor gewerkt hebben? Hoeveel mensen moeten een garagebox gaan huren? En dan tellen wij dat en dan zien we dat we straat per straat eigenlijk faciliteiten tekort komen. Je kunt die auto's natuurlijk niet in uw binnenzak steken. Leert dat lekker aanvaarden dat die auto's op een bepaalde manier, dat dat moet georganiseerd worden, die mobiliteit. En ik ben eigenlijk tevreden dat we een multibeleid gedaan hebben. We hebben heel wat dingen gedaan voor de fietser. We hebben heel wat dingen gedaan voor de zwakke weggebruiker, want ik versta dat niet. Jij gaat betogen in een straat, in de Pontstraat. Er is daar gealludeerd op mijn oude school. Daar is een van de breedste fietssuggestiestroken. Maar daar gaat je dan gaan betogen. Dat begrijp ik niet goed. Op een plaats waar we toch inspanningen hebben proberen te doen. Jarenlang zijn die schoolomgevingen niet zo in de aandacht geweest als nu. We zetten in om die schoolomgevingen veiliger te maken. Ik denk dat dat een heel... Ja, maar wij willen niet zo'n beleid als in Gent. Want laten we eerlijk zijn, allemaal ook die metingen. Met cijfers kun je alles bewijzen. Hè? De metingen... Doet dus de metingen een beetje verder, waar er wel dan weer concentraties van auto's. Ik deel uw visie van te zeggen, kijk, we moeten proberen dat autobezit niet gaan te motiveren, maar het is een realiteit. En heb oog voor de realiteit. En heb ook oog voor uw middenstand. We gaan alles toch niet doodknijpen. En het is met enige schroom dat ik inderdaad dat voorbeeld van Sint-Niklaas, dat het voorbeeld is hoe het niet moet. Wij gaan geen megalomane winkelprojecten langs onze rand van de stad. Wij doen daaraan aan. Wij willen die lokale middenstand, het grootste openlucht winkelcentrum, zoals hier al gezegd is, van Vlaanderen. Er zijn weinig steden die zoveel lopende meter winkelruimte hebben. Wij moeten respect hebben, omdat dat ook het sociaal weefsel is. We moeten niet allemaal gaan kopen via internet. We moeten ook nog gezellige handelszaken hebben. Dat is de levendigheid van uw stad en dat is zo belangrijk. Oké, nu... Maar ik wil even op dat van de suggestiestroken. Dat zijn inderdaad de kleine ondernemingen in de stad, die vaak een buffer vormen tegen werkloosheid, die zorgen voor innovatie, die een stad levendig houden en vooruitgang en groei uitstralen. We moeten er inderdaad alles aan doen dat die kern van de stad bereikbaar blijft. De vraag is of dat absoluut met de auto moet gebeuren. De burgemeester klopt zich op de borst met een realistisch mobiliteitsbeleid. Maar wandel vandaag eens in die ster van winkelstraten rond. Zelfs in de vernieuwde Kattenstraat staan op dit moment ruim 8 handelspanden leeg. Zelfs in een straat die je aanlegt, proper aanlegt, waar je investeert als stad, zelfs daar blijven de panden leeg staan. En dan hebben we nog lang niet gehad over de Korte Zoutstraat. Dus een realistisch mobiliteitsbeleid en stijgend autobezit. Je kan je ook de vraag stellen waarom dat autobezit blijft stijgen. Als je op een vrijdagavond als jonge gast je laatste bus naar Baardegem ziet vertrekken om 5 uur, ja, wat kun je dan in die stad nog komen doen? Je kunt daar geen pint komen drinken, want je raakt niet op een veilige manier naar huis. Vanuit Gent heb je maar een trein tot 10 uur terug naar Aalst en nadien is gedaan. Dus dat is verdomd logisch dat heel wat jonge mensen achter het stuur kruipen wanneer ze hun horizon willen verkennen en zich willen verplaatsen, omdat er een gebrek is
aan degelijk openbaar vervoer. Dat openbaar vervoer, nog de trein, nog de lijn, rijden laat genoeg. En het zijn de partijgenoten van meneer de burgemeester die daarvoor op Vlaamse federaal niveau verantwoordelijk zijn. Ik denk dat dat ook los van mij wel een gewichtig kwestie is. Je moet even een beetje kijken. Alexander heeft het laatste woord. Anne wil nog iets zeggen. Alexander wil nog iets zeggen. Anne, kan het kort? Ja, ik ga mijn best doen. Nee, kan het kort? Nee, ik ga mijn best doen. Nee, ik wil even gezegd wat zeggen. Er is een op dit moment mobiliteitsplan dat inderdaad vanaf 3 jaar aan gewerkt hebben. En een mobiliteitsplan van zorgen dat wordt in de soep gedraaid. Dat is niet van 1 schip alleen of van 1 dienst alleen. Dat is duidelijk een samenwerking tussen heel wat organisaties. Ik denk maar aan de lijn, ik denk maar aan VOCA, ik denk aan UNISO, aan heel wat fietsersbond trouwens ook, dus heel wat groeperingen die mee aan het mobiliteitsplan hebben gewerkt. En ja, het mobiliteitsplan gaat pas in werking na 1 januari. Januari, om weer ook van de tunnel werken. En dan weet collega Sonk nog, trouwens ook van het voorbestuur ook al beslist, dat er heel wat zaken na 1 januari kunnen komen. En kan het beter staan? Ja, dat kan inderdaad ook beter. En kan het nog vooruitzien? Voor ons kan dat zeker en vast. We hebben ondertussen ook een fietsbeleidsplan. Unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Dus met alle goeders en wel. Dus kun je maar zeggen dat de stad Aans het huidbestuur zeker heeft niet stilgelegen. We hebben bijna 53 kilometer aan fietspaden aangelegd. We zijn volop bezig met Herderstad, de Grote Baan, fietspad, Baardiem, fietspad. We hebben daar een brede straat aan. Dus we doen waar het kan. Natuurlijk, jammer genoeg, ik ben ook niet gelukkig om inderdaad de huizen weg te duwen om daar fietspaden in te lanceren, dat ga je moeten werken met de middelen en met de ruimtes die we hebben. Maar inderdaad, ja, we willen zeker de auto niet leren, maar langs de andere kant moeten we zorgen dat inderdaad de auto op een goede manier wordt gebruikt en dat niet op, in de zin van een betere of een hardere manier gebruikt wordt. Want wij vinden het heel belangrijk dat inderdaad de auto niet wordt geleerd, maar dat er ook plaats wordt gemaakt voor die zakken weggebruiker. Dat vind ik heel belangrijk en ik kon het nooit zeggen, ik ben even uit de draad kwijt. Wat ik gewoon wil zeggen is dat we van vanmiddag ook, ik zie collega Iwijn ook in de zaal zitten, we zijn naar vanmiddag met een interessante studiedag, trouwens de Vlaamse bouwmeester was daar ook. We mogen allemaal zitten op de borst stoppen, we willen, het autogebruik is vermeden in Aas, maar vroeg of laat moet iedereen toch wel beseffen dat het 5 voor 12 is en soms 5 na 12. Ook waar heel wat grote projecten waar wij als Aas willen investeren, daar is men, en dat is de MERS-studie, dat is het mobiliteitseffecten, milieueffectenrapport ook, dat zegt men ook vanuit de Vlaamse overheid, stad, dat is niet alleen de stad Aas, let op wat je met je mobiliteit gaat doen. Dus de auto zal het niet alleen mee, waar maken we moeten echt naar alternatieven gaan. En wij moeten inderdaad blijven investeren in veilige fietspaden, want zo alleen gaan we de burger ook kunnen overtuigen met goede verlichting om inderdaad op die fiets te kruipen. Wij werken daar heel hard aan en het zal niet alleen zijn omdat wij dat niet willen, maar het zal ons door de hogere overheid opgedragen worden. En onze, ik zeg, wij moeten samen inderdaad met deze stad, maar op het lokaal niveau, ook op Vlaams niveau, gaan we iets moeten doen aan die luchtkwaliteit ook. En misschien dat ik hier een andere groene jongen in één keer ga uithalen. Het is ons van dek. Omdat ik naar de Vlaamse bouwmeester luister, het zal niet anders als het moet. Vlaander, je hebt de laatste woord. Oké, dank u. Nu, die bus. Moet ik Alexander eerst nog? Goed, misschien eerst over wat Anne zei over het mobiliteitsplan dat zat in Tuigberg. Als er groot gouvernant VOCA en UNISO, misschien moet je ook een keer de vakbonden betrekken dat ook de werknemers aan bod komen en dat er ook een mobiliteitsplan wordt gemaakt op maat van de mensen die moeten gaan werken. Dat zou een eerste goede stap zijn. Een tweede ding is van, als Christophe daar zegt van het autobezit in Aals blijft stijgen, daar heb ik het wat moeilijk mee. Ik vind dat natuurlijk heel spijtig. Aals auto vrijmaken hoeft niet voor ons. Auto ruw maken, dat zou beter zijn. En daarvoor moet je de mensen ook een alternatief, een goed alternatief geven voor de auto. En Sam had al terecht gezegd dat het openbaar vervoer recht op geen zak trekt. En daarom dan een keer naar andere steden ook moeten kijken. En ik heb het nu niet over de Gent voor de verandering. Maar er zijn meer dan 50 steden in Europa, waaronder sinds 1 september Duinkerke en sinds 1 juli bijna heel Estland, waar dat er gratis openbaar vervoer is ingesteld.
gratis. Ja, daar gaan een aantal mensen terecht zijn waarschijnlijk een beetje ongemakkelijk doen worden, maar het bestaat wel degelijk. Ja, we gaan het al niet, jongen. Voor waar dat wordt ingevoerd, zien we ook dat meer mensen ook het openbaar vervoer effectief nemen. En daar zitten ook luchtverdieneffecten in. Ja, onze luchtkwaliteit gaat verbeteren omdat er minder auto's op de baan zijn, de gezondheid gaat erop vooruit. Er zijn ook geen controleurs meer nodig, de ontwaardingsmachines die kunnen weggaan. Dus daar zijn ook zeker terugverdieneffecten. En ook voor de aanstaande zelf denk ik dat dat heel goed zal zijn. Want als je ook eens naar de jongeren luistert, bijvoorbeeld, ik heb een aantal debatten in het verleden gehoord, bijvoorbeeld op TVR Humaniora, waar dat alle jongeren zaten te vragen over echt het feit dat je gewoon zo laat, dat je geen late bussen meer naar huis hebt. Dat is echt miserie. Ook voor de deelgemeenten, ja, het is wel gezegd, maar dat is echt niet te doen. Je hebt de volledig gelijk. Ja. Maar heb je gelijk. Maar je moet je natuurlijk wel realiseren, ik vind dat we daar een alternatief voor moeten uitwerken, waardoor dat je inderdaad naar je randgemeente kunt gaan. En het liefst met een elektrische bus, maar het... Of met een elektrische wagen. Want de realiteit is dat vandaag mijn bus, mijn dieselbus, laten rijden waar dat ene persoon of twee personen in zit, dat ook niet milieuvriendelijk is. Hè? Dus moet je naar een alternatief gaan? Nee, dat is niet waar. Dan moet je naar een alternatief gaan waarbij dat een elektrisch, als het mogelijk is, vervoer is die misschien niet noodzakelijk met een bus is, maar aangepast vervoer is die ervoor zorgt, eventueel met een tarief die je afspreekt met taxichauffeurs, daar moeten we over nadenken. Maar zeggen dat je tot 2-3 uur 's nachts naar elke deelgemeente bussen moet om de zoveel tijd inleggen, dan zeg ik u, geen probleem als dat volle bussen zijn, maar lege bussen laten rijden is ten eerste niet economisch verantwoord en ook alvast voor het milieu zeker alvast een goede zaak. Dus eerst waterstofbussen zouden voor het al goed zijn en ten tweede zal meer volk op de bussen zitten, ook in de late uurtjes als je het openbaar is niet waar, want het is het dan een probleem met partij ook vanuit de regering af te bouwen. Ja, oké, dank u. Ja, ik denk dat iedereen het erover eens is, openbaar vervoer na 8 en 10 uur naast is een probleem. Je moet zorgen dat je met een trein na 10 uur nog in Brussel en Gent geraakt en met een bus na 8 uur naar Benelen meten. Maar dat is bovenlokaal en dan is de taak als je in het parlement zit om daar extra te gaan voor lobbyen om te zorgen dat dat hier in haast komt. Wat dat die Bondstraat betreft, de reden dat je aanhaalt, ik vind dat fantastisch eigenlijk. Waarom dat wij daar hebben actie gevoerd is net omdat dat het type voorbeeld is van herhaling dat mislukt is. Dat is fietssuggestiestroken en wij willen fietspaden. Een fietspad is veilig, is verhoogd. En een suggestiestrook heeft geen enkele juridische waarde. Dat is gewoon een kleurboek waar Aalst van volgt. Ik heb het laatste woord, sorry, en ik ben nog niet klaar. Nu, de scholen, dat is ook heel belangrijk en was het probleem vandaag de dag. Geen enkel kind bijna durft met de fiets naar school gaan. Je moet zorgen dat die kinderen veilig met de fiets naar school kunnen. En daarom moeten gewoon die knelpunten aangepakt worden. Fietsstraat is fantastisch, maar het probleem is, we hebben er 3 naast. En geen kat weet wat een fietsstraat is, want niemand had hem aan de regels. In Mechelen staat er schoon op, je mag geen fietser voorbij streken. In Aalst staat het er niet op, dus geen kat weet dat. Iedereen rijdt die fietsers gewoon voorbij. Ik kan een beetje minder inleiding geven, want dan gaan we toch zwaar over de voorziening. We gaan in de luik-economie... En huisvesting, draagstelling, hebben we eigenlijk al zwaar gehad. Maar we hebben bijna gehad over armoede. Wel in beschouwing over de huisvestingsproblematiek. Ik ga daar niet op terugkomen. Maar ik ga wel de directe vraag stellen aan de oppositiepartijen. Voor wat armoede betreft, de bestrijding in het bijzonder van de generatie armoede, wat een katastrofaal gegeven is, sociaal, sociologisch. Dat kinderen van arme mensen blijven en met de toekomst arme mensen zullen onderhouden. Dat is een gigantisch probleem en mijn vraag naar vooral eerst de oppositiepartijen. Wat heeft volgens u de voorbije legislatuur nagelaten om te doen in de strijd tegen de armoede? Ja, het is wel aan het losgekomen, maar de veel te lange wachtlijst voor betaalbare woningen, dat is echt niet deftig aangepakt. Ik heb het hier juist ook al gezegd en ik denk dat de andere partijen ook wel akkoord zullen zijn.
Dus dat is hetgeen wat prioriteit moet worden aangepakt. Nogmaals, wij horen dat constant bij de mensen die wij zelf ook aanspreken daarover. Dus dat is ook het gevolg van politieke keuzes om dure woningen te plaatsen of sociale woningen te plaatsen. En ons voorstel is daarvoor dan ook, dus ja, ik ga je raden van, maar om de leegstand eindelijk aan te pakken, om ook echt een stedelijk bouwbedrijf te zetten. Een stedelijk bouwbedrijf, renovatiebedrijf, dat zelf de woningen bouwt, dat zelf de woningen renoveert en waarmee dat de stad trouwens ook zelf tewerkstelling creëert. Ja, dat zou trouwens ook perfect betaalbaar zijn voor het geval dat het punt van betaalbaarheid aan bod komt. Want als je bijvoorbeeld alle privéprojecten die er nu zijn al een keer 30 belast op een meerwaarde, gaat er al een pak geld vrijkomen om te investeren in vaste jobs. Niet in wat de regering nu promoot, interim jobs of flexijobs en dergelijke meer. Daarvan moeten wij niet weten, het moet een vaste job zijn. En dan geeft je trouwens ook mensen die het nu moeilijk hebben, die nu moeilijk aan een job geraken, wel een alternatief, wel de mogelijkheid om te werken ook met voldoende begeleiding natuurlijk. Er zijn eigenlijk drie dingen in een notendop die we in de toekomst zouden willen doen. Een heel belangrijke gaat over het inkomen van mensen. In het bestuursakkoord van deze ploeg stond dat de bijstand, de financiële bijstand die door het OCMW gegeven werd, beperkt werd tot het strikt wettelijk minimum. Ja, dat is eigenlijk absurd. En voor ons is het heel klaar en duidelijk. Wij willen het inkomen van elke Aalstenaar tot boven de Europese armoedegrens tillen. En we willen ervoor zorgen dat mensen ook automatisch de rechten toegekend krijgen waar ze recht op hebben, zonder dat ze daarvoor tientallen loketten moeten aflopen. En bij iedere aanmelding bij het OCMW kan zo'n automatische screening gebeuren, zodanig dat mensen automatisch de dingen krijgen waar ze effectief recht op hebben. En ten derde moet er absoluut ook ingezet worden op de schuldindustrie en het tegengaan van schulden die mensen ontwikkelen. En daar ligt een bijzonder belangrijke taak voor de maatschappelijke werkers van het OCMW weggelegd. Ja, ik volg Sam daarin, het optrekken daarvan. Nu, wat dat voor ons ook belangrijk is, veel minder inzetten op controle, maar mensen positief gaan ondersteunen. En daarin ook bij kinderen die naar school gaan, extra financiële steun voor de ouders die de schoolfactuur niet kunnen betalen. Want er zijn nog veel te veel ouders die dat, ondanks dat ons onderwijs gratis moet zijn, dat daar toch nog niet mee rondkomen. En ook extra ondersteuning bij de huizen naar de energieleverancier, dat zij ook hun energiekosten kunnen betalen. Nee, maar ik had het niet begrepen. Ik dacht dat we gewoon het rijtje op af gaan maken. Dus eigenlijk zit Christophe verkeerd. Ten eerste, ik denk dat er te weinig overleg is met de verschillende armoedeorganisaties. We hebben daar overleg mee gepleegd, omdat men inderdaad een boekje opgemaakt heeft waar de noden zijn in Aalst. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar in regelmatig overleg mee gaan en niet noodzakelijk alleen vanuit een meerderheidssysteem waarbij dat de schepen een keer een paar mensen ontvangen, maar waarbij dat de armoedeorganisaties echt met de gemeenteraadsleden en met de desbetreffende commissies op regelmatig basis in contact kunnen treden, waardoor dat er zaken naar voren kunnen komen. Daarnaast, als het bijvoorbeeld gaat over huiswerkbegeleiding, dan zal de huidige ploeg zeggen, kijk, die huiswerkbegeleiding die is opgetrokken. En dan gaat dat voor een groot stuk over taalarme kinderen die op een manier begeleid worden dat de ouders dat moeilijker kunnen. Ik denk dat je eigenlijk die huiswerkbegeleiding in een veel breder verhaal moet schetsen, waarbij dat je ervoor zorgt dat, want als we spreken over kinderarmoede, gaat dat niet alleen over geld, dan gaat dat ook over op welke manier kan je ervoor zorgen dat kinderen mee zijn in hun onderwijs, op een goede manier begeleid worden, dat er verschillende kinderen bij elkaar komen en op een goede manier begeleid worden. Ik denk dat huiswerkbegeleiding daar een belangrijke rol kan in spelen en ik ben dan ook voorstander dat we dat echt uitbreiden en ervoor zorgen dat we daar echt een groot plan rond hebben op welke manier dat we die kinderen daarin kunnen betrekken. Daarnaast, ik vind wel dat er een goede controle moet zijn. Dat is om even op Lander in te gaan. Ik vind dat een goede controle belangrijk is, omdat je ervoor zorgt met goed te controleren dat het geld terechtkomt waar het geld moet terechtkomen en dat er geen misbruik is.
Je moet misbruik tegengaan. Ervan zeggen dat iedereen die in armoede leeft een misbruiker is, dat zeg ik helemaal niet, voor alle duidelijkheid. Je moet ervoor zorgen dat mensen die in armoede leven op de juiste manier geholpen worden. En dan gaat dat inderdaad ook over een individueel traject proberen uit te bouwen waarbij dat mensen aan werk geraken. Want geen werk zorgt dat je in een sociaal isolement terechtkomt en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk uit die gemeenschap, uit die samenleving sterk gaat, ja, per dag dat je daar verder in zit, daar sterker gaat van verwijderd zijn en hoe moeilijker dat het wordt daar onmiddellijk terug in te geraken. Dus je moet echt inzetten op de verwijzing naar die arbeidsmarkt. Is dat gemakkelijk? Nee. Maar ik denk dat je daar echt werk van moet maken, want dat zorgt ervoor, als je werk hebt, dat je sociaal in contact komt en sociaal vooruit kan komen. En dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld moet nadenken over bepaalde gemeenschapsdienst om ervoor te zorgen dat je mensen meekrijgt in je verhaal. Daarnaast sociale tewerkstelling. Ik denk dat het sociale tewerkstelling belangrijk is. Er zijn mensen die inderdaad het moeilijk hebben om op de huidige arbeidsmarkt in te stromen en dat sociale tewerkstelling daar bijzonder goed bij kan zijn. We hebben trouwens een paar hele goede projecten in Aalst waarbij dat je ziet dat daar toch mensen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt en dat je daar verder moet op inzetten. Ik denk dat die sociale tewerkstelling verder kan uitgebreid worden om mensen inderdaad mee te nemen in dat verhaal. En dan nog één klein dingetje als het gaat over wonen. Ik weet dat we dat daar juist over de sociale woningen gehad hebben. Maar als het gaat over wonen, denk ik dat je inderdaad alles op alles moet zetten om ervoor te zorgen dat in de private huurmarkt dat daar die huisjesmelkerij uitgaat. Je moet ervoor zorgen dat mensen, kinderen, kunnen opgroeien in een huis dat op een degelijke manier onderhouden is. En de huisbazen die zich daar, die zich inderdaad niks aantrekken van hun dingen en zoveel mogelijk gewoon die mensen plunderen zonder dat daar op een goede manier mee omgegaan wordt, die moet je straffen. Dus voor alle duidelijkheid, ik wil dat elk kind op een normale, goede manier kan opgroeien en op een goede manier begeleid wordt. En het belangrijkste daarbij is dat je inderdaad elk kind dezelfde kansen geeft. Maar dan moet je ook meegaan in het verhaal waarbij dat je op een juiste manier een begeleiding geeft aan het geheel. Ja, ik vind dat een heel belangrijk probleem voor de stad. Armoede. Het is niet toevallig dat in Aalst een figuur als Daans zich heeft kunnen de rug rechten. We hebben een stad met een beladen geschiedenis. En armoede heeft in deze stad heel vele gezichten. We hebben taalarmoede, we hebben kansenarmoede, we hebben zichtbare armoede, we hebben verdoken armoede. We hebben armoede op de trottoir van de Moorselbaan waar er voedselbedelingen zijn. Armoede is iets eigenlijk waar we geen politiek rood, maar wel schaamrood op de wangen moeten blijven voor hebben. Want mensen die in armoede zitten, dat is voor mij een substantieel probleem. En ik heb een paar maanden geleden ook een overleg gehad met de stem van de mensen die in armoede zitten. In het huis van Clara was dat. Ik moet zeggen, dat is voor mij een enorm ontluisterende ervaring geweest. Ik probeer altijd, vergeef het mij, burgervader te zijn van iedereen. En dat moet je er ook zijn voor iedereen. Dan moet je oog hebben voor alle problemen. En de geschiedenis van onze stad maakt dat dat altijd een moeilijke zaak zal blijven in onze stad. We hebben heel wat inspanningen gedaan in deze stad. We hebben ingezet op de kansenpas, de collega zal er straks misschien nog over spreken, om mensen uit die armoede weg te halen en hun de kans te geven om een eenvoudige of een goede theatervoorstelling bij te wonen. Dat is enorm belangrijk. Dat is een Vlaams initiatief, maar de uitrol in Aalst is toch wel op een goede manier gebeurd. Dat is schulden op school, ook een heel zinvol initiatief, die mensen, die ouders begeleidt, wiens kinderen het moeilijk hebben. Een kinderarmoedeplan, om te kijken waar kunnen we kinderen best zoveel mogelijk kansen geven. Ik wil toch ook eens spreken over de taalarmoede. Taal is zo belangrijk in deze stad, zo cruciaal. We hebben nooit meer geïnvesteerd op taalverwerving dan in deze legislatuur. Taalst. Ja, want er zijn wachtlijsten. Er zijn wachtlijsten. Maar ik wil het u graag zeggen. Er zijn grote wachtlijsten. Maar als u ziet wat we doen, we zitten ook met grote uitdagingen. Men bekeek mij in het begin van de legislatuur
nogal lekker scheef, als sociologen die zijn dat dan bijgetreden nadien, dat we eigenlijk te maken hebben met een spoorwegfenomeen. We moeten de zaken durven benoemen dat er vanuit Brussel heel wat import is van armoede en ook taalarmoede. Die wordt geïmporteerd in Aalst. Ik zeg dat niet, ik zeg dat louter vaststellend, niet met een negatieve connotatie. Dat zijn zaken waar we trachten op te werken hebben door taalcoaches, taalbubbels, Taalst, huiswerkbegeleiding, bijzonder goed pedagogisch initiatief. Dus we doen daar veel voor, maar wat ik wil zeggen, en dan gebruik ik even iemand die niet tot mijn gedachten goed behoort, maar ik vind dat hij het mooi gezegd heeft, het geweten moet af en toe eens geschopt worden, en dat gaat dan eigenlijk over armoede, dus we mogen ons geweten blijven laten schoppen als het over armoede gaat. Ik denk dat niemand aan deze tafel gevoelloos is voor armoede, welke vorm dat ook is. In deze huidige statuur, dat is hier vandaag om. Dus uiteindelijk, elke persoon die in armoede leeft, dat vind ik verschrikkelijk. Ik ervaar dat ook niet alleen als schier, maar ook als advocaat, dan is dat vreselijk. Maar we hebben in deze statuur het kinderarmoedeplan. Ik heb eens de cijfers in dit jaar, is er al 200.000 euro aan heel wat initiatieven gegaan. Want we hebben prachtorganisaties in deze stad die wij ook volop moeten steunen. En ik ga ze ook niet gaan benoemen, denk de mensen die in de zaal zitten, die weten waar we deze willen en welke organisaties dat we ook helpen. Heel belangrijk. Tweede zaak is ook dus dat, ik kan een keer naar Bart kijken, maar ik zie ook Theo staan. Het is heel belangrijk dat wij vanuit het lokale verenigingsleven, de wijkwerking, die kennen ook de mensen, die weten ook wijken waar, in welke staat mensen die het moeilijk hebben. We hebben met al de mensen die in eenzaamheid leven, want we hebben niet alleen de gewone armoede, we hebben ook sociale armoede, mensen die het zeer moeilijk hebben. En dat zij juist de gepaste mensen zijn, die wijkwerkingen, om daar mee om te gaan. En ik vind ook dat een de komende legislatuur, dat daar zeker aandacht moet aan besteden, dat daar meer middelen naartoe gaan, omdat zij uiteindelijk juist de vinger aan de pols kunnen voelen en ook misschien toch wel een betere ambassadeur zijn om deze zaken over te brengen en die mensen ook op een lokaal vlak ook te helpen. Want zoals de burgemeester ook gezegd heeft, en ik hoop mijn andere collega's zijn in deze meerderheid, ik denk dat wij nog een extra inspanning moeten leveren. Schulden op school, ik denk dat niet alleen geld geven is ook, maar vooral die armoede die er ook is, dat mensen moeten op de juiste plaats de juiste informatie ook weten, dat merken we ook wel dikwijls, dat we daar nog meer en meer middelen moeten aan besteden. Dus in ieder geval vind ik dat we daar volop moeten op inzetten. Dat is waar, maar natuurlijk, een van de vragen die ik daarvoor heb is van ja, armoede is bij de grootste problemen denkbaar. Maar natuurlijk, voor bestand het uitdelen van geld prioriteiten stellen. En dan stel ik mij daarbij de vraag dat als het juist is wat ik nu kom te zeggen, dat als het OCMW een overschot heeft, dat het OCMW het geld aan de stad zou moeten teruggeven in plaats van het in de armoede te stoppen. Of spreek ik nu onzin? Ja, ik ga misschien even terugkomen op het. Vooral even over het OCMW te spreken. En ik denk dat iedereen wel degelijk beseft dat armoede toeneemt. En men kan misschien zeggen, het is ver van ons werk, maar ik denk iemand die zonder werk of met een ziekte te kampen heeft, dat het ieder van ons kan overkomen om in armoede terecht te komen. En toch zijn er heel wat plannen en heel wat actoren hiermee bezig. En er zijn, ik denk dat alle plannen hier wel al vermoed zijn door anderen, kinderarmoede plannen, de uitpassen, met kansenpastarief, schulden op school, taalbubbels, alle mogelijke maatregelen. Ik denk alleen, en ik kom daarmee op het OCMW, Jan heeft het al juist gezegd, het OCMW is ingekanteld in de stad. Als je goed weet wat dat wil zeggen, dan moet ik daar inkantelen gebruiken. Ik hoop dat het OCMW eigenlijk meer overschakelt nu het bij de stad komt op een gebiedsgerichte werking. Dat maatschappelijk werkers niet wachten tot de mensen bij hen komen, maar dat ze eigenlijk de straat op gaan, dat ze weten wat er in hun wijk gebeurt, samen met alle actoren die daar ook werkzaam zijn, en dat men eigenlijk op maat van de mensen probeert te werken. En want sommigen hebben een woning nodig, anderen hebben een taalles nodig, nog andere mensen hebben oppas nodig of vervoer naar school. Er zijn heel wat dingen waar in een wijk kan bij geholpen worden door vrijwilligers, door buren, maar er zijn ook
andere problemen waar u niet kan aan verhelpen, waarvoor je bijvoorbeeld een maatschappelijk werker van het OCMW nodig hebt. Dus ik ben echt, ik zit echt op mijn honger voor het OCMW, dat zij zouden toch wel een beetje afdalen naar de wijk en dat het eigenlijk op wijkniveau, aan heeft er al op gealludeerd, wijkwerkers, maar dan niet alleen buurtcomité's die bestaan uit vrijwilligers, maar echte wijkwerkers, mensen, maatschappelijk werkers die ook samenwerken met het OCMW, dat die eigenlijk de problemen detecteren en ze ook proberen op te lossen. Ik denk dat dan alles veel gecoördineerder zou verlopen, want nu verloopt het soms naast elkaar. Hè? Er worden budgetten aangespendeerd, misschien niet genoeg, dat kan zijn, maar het loopt wel veel naast elkaar. Dus een geïntegreerde versie, een geïntegreerde manier van samenwerken, zou toch uiteindelijk al veel problemen oplossen. En dan zal het OCMW ook, nu dat het ingekanteld is, uiteraard zijn budget niet meer aan de stad moeten teruggeven, zoals dat eigenlijk. Dus hart boven hart heeft samen met anderen aan de gemeenteraad gevraagd om, ik ben een beetje de titel van de vraag kwijt, maar gevraagd om gehoord te worden over het CETA-akkoord. Zeg mij eens iemand wat de titel van de vraag was. Maar als TTIP CETA-vrij, het feit dat boven lokaal was om dat ook lokaal en haast ter sprake te brengen. Ja, goed. Als ik dat goed begrepen heb, heeft de eerste gemeenteraad en vervolgens ook het stadsbestuur geweigerd om daar het debat over te voeren. Dacht ik haar eigen onbevoegdheid tegenroepende. Dat betekent natuurlijk niet dat we met de mensen in kwestie niet in dialoog zijn geweest. De mensen die het bij ons hebben ingediend, die zijn persoonlijk door Schepen van Overberg en mij ook ontvangen. En we zijn in dialoog gegaan. En ik begrijp natuurlijk de vraag, vele vragen die leven in deze zaal, maar ook in andere straten van onze stad. Hè. Kunnen wij een interessante problematiek, kunnen wij dat aan de gemeenteraad brengen? Ik moet dat toch een beetje duiden. We zitten natuurlijk in een bepaald democratisch bestel, waar dat er spelregels zijn. En ik ben natuurlijk voor de uitbreiding van de gemeentelijke of de stedelijke bevoegdheden. Maar bevoegdheden zijn bevoegdheden. Er is urenlang over die verdragen is er gedebatteerd in de federale kamer en ook in het Vlaams parlement. Er is urenlang over gedebatteerd. We hebben, ondanks dat de discussie was dat we niet bevoegd waren, is er toch nog kunnen gedebatteerd worden. Er is ook zeer uitvoerige media-aandacht. Dat is ook een waakhond in de democratie. En dat is goed dat die kritische stemmen worden opgenomen. Maar natuurlijk, men kan daar niet oneindig ver in gaan. En ik zeg dat met het grootst mogelijk respect voor mensen die vanuit de democratie goede ideeën hebben. Stel dat men ons bijvoorbeeld zou zeggen in Aalst, dat station in Herrenbodegem moet 3 keer zo groot zijn. Stel, we gaan een kerncentrale, we gaan die toch maar zetten en je kunt er dan tegen zijn of je kunt ervoor zijn, maar we gaan de ene zeggen we willen er zeker één en de andere zeggen we willen er zeker geen. Wel, dat is een kwestie van bevoegdheden. Ik heb dat niet uitgevonden. Dat zijn spelregels die onze democratie ordenen. En er zijn nu eenmaal zaken die strikt en exclusief van lokaal stedelijk belang zijn. Er zijn er andere die Vlaams zijn en er zijn nog andere die federaal zijn. En soms loopt dat in elkaar, en dat is dan typisch Belgisch, dan hebben we bevoegdheidsconflicten. En dat is niet goed voor de politiek en dat is niet goed voor de maatschappij. Maar ik denk hier nu ons laten zeggen wat dat wij in die verdragen met die in eigen toch wel, dat moet men in eerlijkheid toch durven toegeven, zich afspelen in een hoog internationale context, waar trouwens ook, u moet al een kei zijn om de inhoud van die verdragen te kunnen negociëren en begrijpen. We kennen toch allemaal onze beperktheden ook in het leven. Ik denk dat we doen ons best om de zaken op een bevattelijke manier uit te leggen en ook te verstaan en te studeren, maar het zijn toch niet de eenvoudige zaken, met permissie gezegd, waar we zomaar eens een oordeel, dat kan interessant zijn om daar een oordeel over te hebben, maar ik vind toch niet dat je moet respect hebben voor de, en ik wil toch wel zeggen dat we die mensen, hè, want ik wil dat toch ook wel een keer zeggen, we hebben met die mensen zijn we een uur in dialoog gegaan en hebben daar een debat over gegaan, de dag zelf van de gemeenteraad, om dat ook nog eens te zeggen, hoe dat het in elkaar zit. Dus komen zeggen dat u hier monddood wordt gemaakt, dat het ondemocratisch is, dat is absoluut nee, ook de weg. Daar geen emotionele predicaat. Nee, maar dat is niet emotioneel, dat is realiteit. Nee. Want we zijn weer iets over aan het klappen, waar we niet bevoegd over zijn, maar je moet er mij wel altijd op. Maar de kwestie is, dat denk ik toch de minister Romans aan Karin van Overmeer gezegd heeft,
dat het eigenlijk niet opgaat dat de gemeenteraad a priori gaat gaan beslissen over haar eigen onbevoegdheid. Dat moet een agendapunt zelf zijn als het verzoek met de wettelijke quorums bij de gemeenteraad wordt gebracht. Dacht ik toch de strekking te zijn van het gemeentedecreet. Sam? In die zin klopt dat. Hè? Er was een initiatief van hart boven hart, van het burgerinitiatief. Ze hebben meer dan voldoende handtekeningen verzameld om eigenlijk een agendapunt op de agenda van de gemeenteraad te brengen. Het had van niet meer dan een beetje fatsoen getuigd om hen dan minstens te horen, waarna het toch de gemeenteraad zou geweest zijn die het debat zou moeten aangaan en al dan niet een beslissing tot het TTIP en CETA vrijmaken van de stad te maken. Dat voorrecht komt nog altijd die gemeenteraad toe, maar je had inderdaad de mensen zelf, de initiatiefnemers, tenminste kunnen horen dat dat helemaal niet zoveel tijd in beslag genomen. En dat doe je niet door ze de dag van hun initiatief zelf even bij de schepen en de burgemeester te roepen. Dat doe je wel door zich te laten uitspreken voor de gemeenteraad van 43 raadsleden. Ik denk dat dat de strekking is van het decreet, artikel 208. Maar dus effectief dat u als burgers het recht heeft om dergelijke verzoeken naar de gemeenteraad te brengen. Ja? Burgemeester, ik denk dat u zich onttrekt aan een echt democratisch debat door het debat te voeren over bevoegdheden. U bent bevoegd over een aantal dingen, ik niet. Op het ogenblik dat ik mijn mening niet mag zeggen over uw bevoegdheid, is er een probleem. Elke verkozene kan zich altijd wegsteken achter zijn bevoegdheid en daarmee omzeilt gij eigenlijk het democratisch debat. En wat u gedaan hebt, burgemeester, is de andere burgemeesters oproepen waakzaam te zijn tegenover burgers die komen spreken op de gemeenteraad. En uw minister heeft uw bede verhoogd. En het lokaal decreet is veranderd. Dat wil zeggen dat er op dit ogenblik, vanaf 1 januari, geen decretaal verankerd recht meer is om als burger op gelijk niveau met de verkozenen het woord te voeren. Dat is een bevoegdheid geworden van u, van de stad. Mijn vraag is, wat denkt u te doen om hier in het huishoudelijk reglement van de stad Aalst om dat probleem dat een burger ook een punt op de agenda mag zetten, dat daarover moet gestemd worden, wat meent u daarmee te doen? Denkt u om de huidige regeling te behouden of zult u een andere regeling invoeren? We zijn, u blijft volharden en dat ziet u natuurlijk. Ik kan nog het standpunt nog eens herhalen. Ik denk dat we dat ook zoeken. Trouwens, het feit dat we bevoegd of onbevoegd zijn, is ook een beslissing geweest van de gemeenteraad. Het is niet een beslissing van mij. Er is op een gegeven moment een meerderheid in de gemeenteraad van die 43 mensen die gezegd heeft, we gaan dit onderwerp niet tot onze bevoegdheid nemen. Het is niet zomaar dat dat eenzijdig wordt opgelegd of gezegd. Dus dat wil ik toch eens nuanceren. Het gaat over regels en we verschillen van mening over de interpretatie van die regels. We zouden hier het hele debat kunnen verder doen. We blijven al steken aan de bevoegdheid, maar ten gronde is er ook zeer veel te zeggen. Ik ga er alleszins alles aan doen. Als u mij vraagt, moeten er aanpassingen gebeuren aan huishoudelijke reglementen of aan regelgeving voor het functioneren van de lokale democratie, dan gebeurt dat in overleg met alle politieke partijen. We hebben daar een redelijke goede cultuur in. Dat is, dat noemt men een technisch woord, dat is de afdeling van de fractievoorzitters. En daar wordt er gekeken hoeveel vragen er mogen gesteld worden, welke interpellaties toelaatbaar zijn en niet toelaatbaar. Daar zijn regels voor. En die regels worden uitgewerkt. En ik denk dat u voldoende connectie hebt en het feit dat ik geen democraat zou zijn, klopt niet, want anders zou ik hier vanavond ook niet zijn. Ik luister naar u, ik luister naar alles wat u argumenteert en dat is de graad van een democratie, wordt ook bepaald doordat we naar bepaalde elementen van elkaar kunnen leren en daar ook vooral naar luisteren. En ik denk, als we dat kunnen verbeteren, dan zullen we dat doen, maar we hebben op dat ogenblik een beslissing genomen en die beslissing die was ingegeven vanuit bevoegdheidsoverwegingen. En sommige gemeenteraden hebben dat wel doorgelaten, andere niet. Men neemt mij kwalijk dat ik het reglement toepas. Ik heb een bepaalde lezing genomen van het reglement. Dat is ook verantwoordelijkheid die je neemt. Je kan daarvoor of je kan daar tegen zijn.
Ik wil alleszins toch wel zeggen dat wie in Aalst wil participeren aan het beleid, die kan. Die kan zich kandidaat stellen op een lijst. Dat is de meest belangrijke vorm van de basisdemocratie. Dat is het eerste. En als dat dan nog niet kan, dan heb je ook kunt je contacten leggen met alle 43 vertegenwoordigers. En als dat nog niet kan, dan kun je een vraag via die mensen doen. Je kunt ook nog deel uitmaken van adviesraden. Als u werkelijk zegt, we moeten een autonome, een nieuwe gemeenteraad voor de burgers organiseren, dan vraag ik mij wel af waarom we nog verkiezingen moeten houden. Dat is extra aanvullend daarop. Hè. En net omdat nu de interpretatie zo is genomen dat die mensen niet mochten spreken terwijl ze aan alles voldaan hadden, had die 1% van die handtekeningen dat je nodig hebt om in het vrije uur te spreken te brengen. En als je dan het respect hebt voor die mensen, voor al die maanden dat ze rondgelopen hebben om die handtekeningen, dan laat je die tenminste, ook al zei je van mening verschillend, laat je die tenminste spreken voor die 43 andere gemeenteraadsleden. Dat voor waar ze zo voor gewerkt hebben. Ik denk dat de vraag nu ook was, gaat er na in januari nog altijd de mogelijkheid zijn om met die 1% handtekening een vraag op de gemeenteraad te kunnen stellen? Alexander. En daar is eigenlijk nu niet door u op geantwoord. Dat zal het bestuur zijn, hè. Dat is partijen. Politiek is de kunst van het bondgenootschap. Daar zijn verschillende meningen over. Daar zullen de partijen, die op dat ogenblik de coalitie uitmaken, die zullen de spelregels definiëren of zo nodig herdefiniëren. Maar dat kunnen we toch nu ook al zeggen, zijn de mensen die hier nu zitten, we zitten hier met alle partijen, willen die dat dan of willen die dat niet? Dat kunnen we nu toch al kleur bekennen. Mag de burger ook even, ik hoor de burgemeester heel graag zeggen, juist gelijk tijdens de gemeenteraad, de regeltjes zijn de regeltjes. Wij hebben daar niet mogen spreken, want anders had ik u ook 100% gelijk gegeven. De regeltjes zijn de regeltjes. Wij leven in een rechtsstaat. Dat betekent dat... ik ben antwoord niet. Dat betekent dus ook dat de overheid de regeltjes moet volgen. Er is geen sprake van een interpretatie. Het gemeentedecreet artikel 200 was heel duidelijk. Dat is ook bevestigd geweest dat er geen sprake was van een interpretatie door de provincie-gouverneur heeft dat bevestigd dat wij gelijk hadden. De Vlaamse Ombudsdienst heeft dat bevestigd dat wij gelijk hadden. En nadien, op vraag van meneer Karin van Overmerre, die het nog eens aan Homans gaat vragen, heeft ook Homans bevestigd dat wij gelijk hadden. Dus er is geen kwestie van bevoegdheid. U had niet de bevoegdheid alleen om naar ons te luisteren. U had eigenlijk de wettelijke plicht om naar ons te luisteren. Wij hadden het wettelijke recht om te spreken. En er is ons gewoon het zwijgen opgelegd. Wij hebben daar gewoon onze mond, zelfs die mogen open doen. Daar gaat het. En dat vinden wij een ernstig democratisch deficit. Wij zijn het met u eens. De regeltjes moesten gerespecteerd worden. En de regeltjes waren zeer duidelijk. Meneer Anota van mevrouw. Als we dan toch aan het spreken zijn, dan gaan we ook doorspreken. Ik heb niet de kennis in macht, maar misschien u wel, of in petto, het gaat zelfs niet over macht, om die discussies over handelsverdragen en dergelijke meer te voeren. Omdat ik ook moet waken over andere zaken die spelen. En dan is het debat ten gronde natuurlijk, maar dat is misschien niet meer belangrijk op dat moment. Dat is dat er hier heel wat internationale werkgevers zijn op Aalsters grondgebied. En moeten wij dan een discussie gaan voeren... Maar liefst. Wat is dat voor een argument? Is dat geen argument? Ik ben hier over democratie. Ja, dat weet ik niet. Maar ik zeg nu... Het gaat over principes, ja. niet over... Dat weet ik. Dat weet ik. Maar na de principes moet je ook de grond van de zaak ontmoeten. Maar u antwoordt niet op de vraag, mede burgemeester. Maar ik heb u heel duidelijk... Ik heb dat de burgemeester wel geantwoord. Ik heb u heel duidelijk geantwoord. Als er bereidheid is, als ik kan, om daar mijn steentje toe bij te dragen, wat ik vind, als er een aantal mensen... ongelukkig lopen dat ze niet geparticipeerd hebben, dan is het mijn verdomde plicht om daarna te luisteren en te kijken dat daar oplossingen voor gecreëerd worden. Maar dat moet bekeken worden. U ziet hier heel technisch het gemeentedecreet dat ik ook heel goed ken, omdat ik er jarenlang als voorzitter van de gemeenteraad ben moeten mee omgaan, zowel voor oppositie als voor meerderheid, en daar heel dikwijls heb moeten in bemiddelen. Dit is een zaak, het heeft zijn geschiedenis. We zullen proberen in de toekomst, als u dat wil, beter daarvoor te doen. Maar u moet nu ook niet zeggen... U moet het niet vereenvoudigen, alsof dat de democratie in alles zou gefnuikt worden, want daar verzet ik mij met de meeste klem tegen.
En we nemen akte van uw intentieverklaring van het in de toekomst trachten beter te doen. Oké, mag ik zo even... toch nog iets zeggen hoor, want volgens mij die discussie over bevoegdheden en al, dat is inderdaad heel belangrijk, maar het leidt ook een beetje af van eigenlijk de rode draad doorheen het beleid van de stad. En dat is er, ik heb het juist al verschillende keren aangehaald, een ten dienste van grote bedrijven, privébedrijven. CETA en TTIP zijn niet voor niks vrijhandelsakkoorden. Dat komt niet de gewone burger ten goede. Een ander maar u leeft in een ander economisch systeem, ja, meneer. Maar geen een ander voorbeeld, systeem, een ander voorbeeld is de sectoren van de regio's, waar dat een hoop bezwaarschriften werden ingediend en waar uiteindelijk niks mee is gedaan vanuit het Schepencollege. En ja, terwijl dat 29 villa-bonus, wat verdomme... Ah, wel, ik dacht dat het ging komen. Ik ben tevreden dat u het is zegt. Het is goed. Daar gaan we nu een keer op. Nu ben ik nog bezig. Ja, maar dan ga ik erop antwoorden. Zeg. Op dat zwembad, daar ben ik heel content, dat openlucht zwembad, dat er eens ter sprake komt. Dat vind ik heel goed. En misschien moet u eens... Als jullie een vrede hebben, omwille van de interpellaties vanuit de bevolking zelf, misschien moet u dan toch een keer denken over minder postjes cumuleren en ga je meer tijd hebben voor democratie in de stad en voor te luisteren naar de burgers. Ik vind uw redenering niet ernstig en eigenlijk ook niet correct. Niet correct. Wij hebben die beslissing van het zwembad in eer en geweten hebben we die correct genomen. Het kan zijn dat mensen er problemen mee hebben dat andere mensen die daar verder wonen een zwembad hebben. Dat kan zijn dat ze daar problemen mee hebben. Maar dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is dat we ons zwembadinfrastructuur, en de Schepenval Sport heeft daar hard op gewerkt, ook de collega's in het college, dat is dat we die verouderde zwembadinfrastructuur ten dienste van de bevolking, arm of rijk, toeter zegt niet toe, aan een goede kope manier, een gezonde sportbeleving kunnen genereren. En het aantal oppervlakte van zwemcapaciteit die wordt verviervoudigd. Dus dat is een absolute vooruitgang voor Aalst. Wat dat ik niet wil, dat is wat dat er gesloten is, onlangs, is deze week of vorige week, dat is dat wij in Aalst een Oceade implanten. Dat wil ik niet. Ik kom daar vooruit. Ik wil dat niet. Neem dat vraag niemand niet, maar het is wel een risico wanneer u het wel zou toelaten, dat het er wel komt. Er zijn heel wat, op provinciale domeinen ook, heel wat problemen. Ja, maar nee, maar u moet... Nee, maar u moet daar... U hebt voldoende... De democratie is voldoende gerespecteerd. Het is een weloverwogen beslissing genomen. Maar het op flessen gaan te trekken van te zeggen, omdat er daar een paar individuele eigenaars gereageerd hebben. We hebben honderden bouwvergunningen hebben we in de afgelopen legislatuur moeten trancheren. Met altijd voor- en tegenstanders. Wij hebben geoordeeld dat de capaciteit die we aanbieden, dat dat een heel behoorlijk, een correct aanbod is. En er is daar niet ten minste sprake van beïnvloeding van eigenaars. Iedere eigenaar, als u daar woont, hebt u ook rechten. Aan de Partij van de Arbeid ga ik dat uitleggen. Hè. Als je in dit land gewerkt hebt om je stukje grond, of een stuk grond, of een groter stuk grond, te verwerven en daar een huis op te zetten, dan heb je rechten. En die rechten, dat staat in het burgerlijk wetboek. Het is artikel 544. Hè. Daar staan rechten in wat een eigenaar als rechter heeft. Als een eigenaar, waar u ook woont, en er komt een gebouw in uw omgeving, dan kan u bezwaar aantekenen. Kan u uw rechten laten gelden op uw eigendom. Wij moeten ook daar oor naar hebben. Wij moeten alle argumenten tegenover elkaar afwegen. Maar dan zo van, excuseer mij, plat populistische dingen, om in de mensen hun zwembad gaan te springen en zo. Denkt u echt dat er veel mensen in Aalst die ons serieus nemen? We hebben nog nooit gezegd, wij stellen vast, en ik niet alleen, of wij niet alleen, ja, dat als het gaat over de grote bedrijven, ik heb het serieus al genoemd, maar uiteindelijk de bouwheer van het zwembad Cordeel, een projectontwikkelaar, met opnieuw een vermogen om u tegen te zeggen, dat heel wat hoger is dan alle mensen die hier samen hebben, ja, dan gaat het allemaal een pak. Hoe gaat jij dat doen? Hè? Wie gaat dat bouwen? Hè? In uw wereld, waar zijn er nog ondernemingen? Waar is er nog economie? Leg mij dat uit. Ga jij dat zelf allemaal bouwen? Die zwembaden en die dingen? Hoe ga jij dat eigenlijk allemaal doen? Kijk, nou, wil ik het toch een keer weten. Ik ga Ilse nog het woord laten.
Dat is de laatste van vanavond. Maar we merken wel dat we een bijzonder rare of bijna logische cirkel hebben gemaakt. Waarbij dat wij in het begin van de discussies gevraagd hebben voor wat is er geld, welke projecten moeten voorrang krijgen, wie met de armoede. En natuurlijk, als je spreekt over projecten, gelijk een zwembad, ik dacht van 55.000 euro, dat dan moet gezocht worden naar de... 25 miljoen. 2 miljard 200.000, ik denk nog altijd in Belgische frank. Maar dus 2 miljard 200 miljoen, zoiets. Maar alvast wat, dus komt je daar weer met die moeilijkheid van het feit dat dat moet uitbesteden wordt naar particuliere ondernemingen en al dat soort van vragen. Ik denk dat we het vanavond gezien hebben, we gaan er niet op terugkomen. Ilse. Allee, ik zou toch wel graag het dossier in zijn ware proportie en even historisch in zijn context plaatsen. Hè. Van een buitenzwembad is nooit sprake geweest. Wij hebben in de gemeenteraad een subsidiedossier ingediend voor een renovatiepremie bij minister Muiters bij de Vlaamse regering en voor een nieuwbouwpremie. Heel het masterplan van het zwembad stond daarin. De totale kostprijs was maximum op 30 miljoen geraamd. We hebben alle clubs, alle gebruikers, iedereen die van de sportclubs, iedereen die gebruik maakt van het zwembad gedurende de afgelopen 20 jaar bevraagd. Wat hebben wij nodig in Aalst? Aan die bevraging is eigenlijk aan tegemoet gekomen. Scholen hebben een inbreng mogen doen, clubs, baantjeszwemmers, senioren, zorgmensen die moeten revalideren, topsportclubs. Iedereen heeft zijn inbreng mogen doen en daaruit is een gemeenschappelijke deler gekomen en dat is het masterplan van het zwembad geworden. Dan hebben we die op de markt gezet en daar zijn 6 groepen op afgekomen. En er was één architect, die vond dat de ligweide naast het zwembad toch wel mooi was om daar misschien eens na te denken over een buitenzwembad. En dat was de allereerste keer dat wij enigszins daarover zouden nadenken. En we waren dat was een goed argument. En het was natuurlijk warm weer en iedereen wil graag in een buitenzwembad zitten. Maar waren de tegenargumenten? De tegenargumenten waren lawaai. Want binnen in een zwembad, daar heeft van het lawaai akoestisch niemand een probleem. Rendabiliteit. Een buitenzwembad is nog minder rendabel dan een binnenzwembad. En ons businessplan was gemaakt. En de grote kostprijs, want als we over een buitenzwembad zouden spreken, dan zou het maar voor binnen 6 à 7 jaar zijn, want wij hadden dat geld nu niet. Maar dat was een nice to have, waar we misschien eens over nagedacht hebben, maar waar we om verschillende redenen van afgestapt zijn en niet in het minst de kostprijs en de rendabiliteit. En natuurlijk hebben we ook een inspraakvergadering gehad met de buurt. En dat is niet alleen Barremoyerszoonpark, dat zijn ook de mensen van de Bergemeersen, van de Bergenkouter en iedereen die daar rond woont. Ook de Maratak, hè, mensen die daar in de serviceflats of in het rusthuis verblijven. Iedereen, alle omwonenden. En daar waren wel een aantal vragen over lawaai, over overlast, die wij hebben meegenomen samen met de rendabiliteit. En dat is de enige overweging die het Schepencollege heeft gemaakt om daar niet op in te gaan. En zoals u weet, de wetgeving op de stedenbouw is zeer strikt. Dus dat wil zeggen, het gaat niet over een buitenzwembad en het gaat niet over 26 personen. Eén iemand die klacht doet, om op even welke reden, voor het nieuwe zwembad of voor gelijk welk openbaar project dat een stad of gelijk welke ontwikkelaar wil realiseren, is voldoende om bij de Raad van State een oponthoud of een schorsing te bekomen. Dat is niet alleen voor het zwembad, dat is voor alles zo. En als we dat willen veranderen, dan moeten we bij de Vlaamse regering gaan en moeten zeggen, kijk, die wet is crazy, dat één iemand dat kan tegenhouden. Want in sommige opzichten is dat wel zo. En ik stel mij ook de vraag, kan één iemand een project van algemeen belang dat zo te goede komt aan een stad en aan een regio, kan die dat tegenhouden? Maar helaas, op dit moment zit de wetgeving zo niet dat dat kan. Voor om het evenwetproject. Niet alleen voor dat van Cordeel, meneer, maar voor iedereen, voor een simpele woning die gebouwd, een aanbouw die je doet, op dit moment is dat zo. Dat is de wetgeving, wij moeten daar ons aan houden, wij hebben dus een risicoanalyse gemaakt en op basis van rendabiliteit hebben we dat leuke idee niet weerhouden, maar daar zitten meer dan 1000 leuke ideeën in die we nodig hebben hier in deze stad. Voor onze clubs,
voor onze zorgbehoevenden, voor onze senioren, voor de sportmensen, voor baantjeswemmers. Ik denk dat alles wat Aalst en omgeving vraagt, zit in het huidige masterplan van het zwembad. En daar heeft dit stadsbestuur voor gekozen. En eigenlijk de voltallige gemeenteraad, alstublieft. Dank u wel, Elsa, voor de toelichting. Heel kort. Enfin, als we het hebben over van het draagvlak voor een buitenbad, wie dat de media en vooral de sociale media heeft geholpen, heeft gezien dat er op heel korte tijd plots meer dan 1000 handtekeningen werden opgehaald op een petitie, of voor een petitie om er toch een buitenzwembad te zetten. Dus laten we een keer de test in Aalst doen. Hey, waar organiseren we een keer een bindend referendum, waarbij vanaf dat er 1% van de Aalstenaars een referendum wil voor het buitenbad, dat we dat ook organiseren en dan zullen we anders zien. En dan zullen we ook een keer zien wie dat gelijk zal krijgen. Dat is natuurlijk de meest vergaande burgerparticipatie, daar is nu helaas wettelijk geen mogelijkheid voor. Kan de lege veranda nog bekeken worden. Ik moet hier afsluiten. Wat mij betreft, ik vond het een tof debat. De dialectiek, de these, de antithese en de synthese, er was een bijzonder dialectische verhouding tussen Jean-Jacques en Alex. Ik heb er veel van geleerd. Ik dank jullie allemaal zeer voor de inbreng. Vrees niet dat ik het debat nog eens zal overdoen. Dat ik alle argumenten pro en contra nog eens zal opsommen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb het debat vanuit een speciale hoek bekeken. Zo speciaal is dit niet. De hoek van de toekomst. De meerderheid heeft zich uiteraard, dat was te verwachten, en ze hebben ook reden daarvoor, en zich op de borst geklopt over alles wat verwezenlijk is. Maar eigenlijk heb ik daar niet heel scherp naar geluisterd. Ik heb geluisterd naar voorstellen die nieuw zijn, die verrassend zijn, die getuigen van gezond verstand en die bovenal aansluiten op 10 hartewensen. Ik ga die ook niet aflezen. Die 10 hartewensen kunt u op de website van Hart Boven Hart gaan lezen. En die zijn dus allemaal 10 voorstellen, zo zou je het noemen, de 10 geboden, om te komen tot een meer samenhorige samenleving. Een meer samenhorig Aalst. Daarop heb ik mij gebaseerd om zelfs, net zoals bij de vinkenzetting, Suskewiet, iedere keer dat er zo een voorstel naar de toekomst gericht aan bod kwam, passend binnen dat lijstje van die 10 geboden van Hart Boven Hart, heb ik een streepje getrokken. En ik kan u daar een uitslag van geven, maar ik heb ook dingen niet gehoord en die mij een beetje verontrusten. Ik heb bijvoorbeeld, natuurlijk, ik weet wel, het is de hang van het debat. Niet alles kan bevraagd worden in 2,5 uur, ik begrijp dat wel. Maar nergens is bijvoorbeeld aan bod gekomen het grote maatschappelijk belang van verenigingen. Verenigingen die vandaag op een kantelpunt staan. Hè? Het is niet aangeraakt eigenlijk. Hoe gaat men die verenigingen die vandaag in een heel andere structuur zitten dan vroeger? Een structuur met, je kent het, klassieke bestuur en dan een menu dat ze aan hun leden serveerden. Vandaag willen de mensen dat niet meer. Vandaag willen mensen verenigingen die een buffet organiseren in plaats van een opgelegd menu waar men zijn individuele verlangens kan koppelen aan het samenbeleven, het genoegen van een vereniging. Daar heb ik eigenlijk niks over gehoord. Ik heb eigenlijk niks gehoord over een samenleving waar je zorgt voor diegenen die echt het minst van allemaal over zelfbeschikking beschikken, dat zijn de dementen. Men maakt overal plannen op voor dementievriendelijke gemeenten. Het is niet gevallen hier vanavond. Zelfs ook niet de zorgvriendelijke gemeente. De andere kijk op hoe je buurten inricht is eigenlijk halve links aan. Ik heb het niet expliciet gehoord hoe je nieuwe buurten moet integreren. En dat gaat veel verder dan het bouwen van sociale woningen. Dat is een kijk op hoe je buurten integreert. Ja? Wat ik ook niet gehoord heb, is een stuk over hoe ga je met vrijwilligers. Het woord vrijwilliger is hier 1 keer gevallen. 1 keer.
maar dat is niet hoe kijk je, hoe zet je vrijwilligers. Ik heb die vraag ook niet gesteld. Dat heb ik daarnet ook gezegd, dat in zo'n debat niet alles kan. Maar, ja, maar dan moet ik ook niet zeggen wat er in het debat niet geweest is. Als je tot maatschappelijke samenhang wilt komen in de stad, zijn dat belangrijke elementen. Verenigingsleven, vrijwilligersinzet zijn belangrijke elementen. Meneer Velge, u moet toch ook een beetje respect hebben voor het debat. Hè? Ik vind het niet ernstig wat u nu doet. Het is absoluut niet ernstig wat u nu doet. Maar wij willen op alles antwoorden, maar dan moet ons wel de vragen stellen. Nou, anders moet ons de speakerscorner geven van 15 minuten en mogen we elk ons idee over de totaliteit van Aalst zeggen. Dan kom ik terug en dan spreek ik in 15 minuten en vertel ik alles over de stad. Maar nu komen we zeggen, u hebt daar niet over gesproken. Ja, we hebben ook die vragen niet gekregen. Het moet rustig blijven. Hè? Maar een stad gaat een richting uit. En in een richting die men kiest, daar heb je die elementen die inderdaad volgens mij dus niet uitgesproken zijn. De vragen zijn ook niet gesteld, maar dat komt in een oplossing komen. Ik wil even toch wel zeggen dat wij een debat gehad hebben dat op de scherp van de snee was. We hebben kunnen monkelen, we hebben kunnen grijnslachen, we hebben voluit kunnen lachen. We hebben gehoord hoe men de toonhoogte omhoog ging, noem maar op. Dat is inderdaad een stuk democratie. En democratie is niet alleen een gemeenteraadsverkiezing, dat is particratie. En particratie is het onderdeel van de democratie. Maar is niet de hele democratie. We hebben gelachen, noem maar op, stemverheffing, verwijten gehoord, dat mag allemaal, dat is democratie, dat is bovendien ook nog een correct debat daarin. Ik heb een uitslag gebaseerd op die 10 hartewensen, wat er dus op aansluit, en dan merk ik dat eigenlijk de partijen vrij veel voorstellen hebben geformuleerd vandaag. Het is opmerkelijk. Groen en Open VLD hebben 12 concrete voorstellen geformuleerd die dus kunnen ingepast worden in die 10 hartewensen die er liggen. Ik kijk even na, CD&V heeft er samen met de Partij van de Arbeid heeft er 8, samen met de SPA. CD&V heeft er 7 gehad, N-VA heeft er ook 7. Concrete voorstellen gedaan en lijst A heeft er 6 gedaan. Zeer concrete voorstellen hoe we in de toekomst kunnen omgaan met de stad en hoe dus op het gebied van mobiliteit, op het gebied van armoede er dus kan verbeteringen, toekomstgericht, hoe dat men natuurlijk die voorstellen die lopen niet allemaal parallel, ze zijn soms tegengesteld, maar het is door het democratisch debat dat men tot oplossingen komt. Ik heb trouwens een voorbeeld daarvan, want men moet niet voor alles meteen naar de politici kijken. En ook meteen, en daar heeft de burgemeester 100% gelijk aan, hij zegt, er mag ook wel eens wat empathie opgebracht worden voor de inzet en voor het werk van politici. Want het is inderdaad, men komt voor alles en nog wat bij politici terecht. Ik kreeg er 11 uren vandaag. Het was voorbij 6:30 als ik een mailtje binnenkreeg met de vraag, kan die vraag toch nog gesteld worden op het debat? Hè? Het was een beetje verkeerd gericht, de vraag moest naar de organisatoren en die dan bijgesteld wordt, met de vraag van, en hoe moet dat nu, omdat de N-VA niet de vaderlandse plechtigheden bijwoont? En wel, dat is nu voor mij een type vraag die voor de burgers zelf moet opgelost worden. Er bestaat in Aalst zoiets als een comité werken aan vrede. Waarom gaan de vaderlandslievende verenigingen eens niet praten met zo'n comité werken aan vrede en eens kijken hoe men inderdaad het belangrijk gegeven van herdenken van oorlogsslachtoffers, hoe men daarmee omspringt, hoe men dat maatschappelijk kan overdragen naar een volgende generatie. Niet alle oplossingen moeten ook van de burgers komen, van de politici komen. Ook de burgers zelf kunnen werken aan oplossingen. En dat is dan inderdaad het gesprek oplossingsbereid zijn. En dat is inderdaad een taak die de verkiezingen overstijgt, die een debat overstijgt. Maar het is de ingesteldheid waarmee men in een stad leeft, in een samenleving leeft, om te willen komen tot oplossingen. En er zijn hier dus, als we ze allemaal de som optellen, er zijn dus heel wat oplossingen voorgesteld vanavond. En dat is een democratische bijdrage aan het maatschappelijk debat.